The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah ah, ik zeg het al, u heeft Als het ergens over moet gaan. Zijn de listes. Not the face! Schrikkers op kun onderdanig. Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welcome to the AA. Boeken, ze geven ons kennis, inspiratie, plezier en vooral een ontsnapping aan deze moeilijke tijden. Vandaag een speciale boekeneditie van Welcome to the AA. Onze gast vandaag werkte eerst als journalist, daarna vijf jaar lang als woordvoerder van Avia Partner en twintig jaar lang was hij woordvoerder van Brussels Airport. Vijfentwintig jaar lang beleefde hij het reilen en zeilen van de luchtvaart van op de eerste rij. De talrijke incidenten die zich voordeden en waarover hij moest communiceren met de buitenwereld, meer, be meer bepaalde passagiers, maakten van hem een expert in crisiscommunicatie. Op 55-jarige leeftijd gebruikte hij die ervaring voor zijn debuutroman Bling Bling, een fictief misdaadverhaal over een diamantroof op de luchthaven van Delhi. Tijdens de boekenbeurs van 2016 won Bling Bling de Hercule Poirot Prijs, de jaarlijkse literatuurprijs voor beste Vlaamse misdaadroman. Dat was het eerste maal dat die prijs naar een debuutroman ging. Begin 2017 won het boek ook nog de Diamante Kogel voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige boek. Nooit eerder won dezelfde titel beide prijzen voor misdaadfictie. Alsof dat nog niet genoeg was, ontving het boek ook de Schaduwprijs, de Nederlandse prijs voor beste oorspronkelijk Nederlandstalige debuut. Bling Bling kreeg twee vervolgen, en in 2019 werden de filmrechten voor Bling Bling gekocht door Splendid Films. De Bling Bling Trilogie werd gevolgd door het Boem Boem Tweeluik. Bling Bling, Boem Boem, het gaat hier knallen met Jan van der Kruisen. Welkom Jan. Goedemiddag. Jij bent al lang fan van de podcast ook, okay? hè? dat is kei tof. Ja, vanaf de allereerste aflevering denk ik. Ja. Ik zijn niet zo heavy metal, maar al de andere afleveringen heb ik niks van gemist. Dat is helemaal niet erg dat je niet heavy metal bent, dat zijn ook toffe mensen. Um, ja, het is eigenlijk te veel om mee te beginnen. We, kunnen, we zullen straks over je boeken praten, maar het is misschien al eens goed om te beginnen met wat je ervoor deed. He, zoals je zelf zegt je was een, een tijdje eerst journalist ja. en daarna ben jij voor luchtvaartmaatschappij gaan werken. Ja. Eigenlijk, ik ben begonnen als, uh, ja, als journalist, ja, vers van, niet van de universiteit, maar van het leger en na ja, de universiteit. Ik heb rechten gedaan... Um, marketing en perscommunicatiewetenschappen. Dan ben ik in het leger terecht gekomen. Te Dan gaan we het misschien in het kader van Boom Boom nog even zo hebben. Okay. En na mijn legerdienst ben ik eigenlijk begonnen als, uh, als journalist. Eerst in een reclamebureau gedurende een week of zes. Tot een baas bij mij kwam en die zei: Hij ja, heeft eigenlijk wel een leuke pen zo. Hij schrijft kopie. Uh, ik vind dat wel tof. En ik heb ook een uitgeverij. En een van mijn journalisten is weggevallen vandaag. Zou dat niks voor u zijn om even in te springen tot ik een nieuwe gevonden heb? Ik zei: Ja. Ik Allee, ik heb daar geen ervaring in, ik ken daar niks. Het, het is maar een paar weken, tegen dat we een nieuwe nemen. En, dan, ja. en ik ben daar vijf jaar, vijf jaar blijven zitten. <laughs> uh, en voor van alles geschreven en nog maar. Ja. Uh, allemaal bladen voor ingenieurs. Uh, niet mijn ding om te dus beginnen. Vakliteratuur, maar maar... eigenlijk. Vakliteratuur, maar wel okay. heel interessant. Over alle mogelijke aspecten van IT tot biologie en biotechnologie. Allee, echt super tof, eigenlijk. Achteraf gezien, Je kunt... er staat niks op tafel hier of ik hem het zien maken in de ja. fabriek. Dus dat was wel. Wel boeiend. Maar en dat, dan, is dat, dat is eigenlijk een klein beetje, hè, want daar kunnen we straks op terugkomen bij uw boeken. Maar het voelt wel alsof je dan al heel vertrouwd zit geworden met research. Hè? Ja, maar ik, ben, ik, ik doe veel research voor mijn boek. Maar het is niet zo dat ik zeg van ik ga hier een keer echt mee ingraven in een dossier. Ik kies wel onderwerpen waar ik vanzelf al een beetje in thuis ben. Hè. Uh, je moet niet van mij verwachten dat ik nu zelf eens een boek ga schrijven over hoe dan een supermarkt. Perfect in elkaar zit en zijn logistiek organiseert. Ik ken daar niks van. Mm -hmm. Luchtvaart ken ik wel, dus het is normaal ja. dat ik dan ook kies voor, voor de dingen die dichtbij liggen. Ik denk dat iedereen dat wel een beetje doet. Hè. Mm -hmm. En hoe meer dat ik daarvan afwijk, hoe meer dat ik achteraf mailtjes krijg van mensen die, bijvoorbeeld van, van militairen, hè, krijg ik krijg achteraf van het weekend nog een mailtje van ah, ja. ik heb u een boemboem gelezen en er staat in dat 24 granaten in een verpakking zitten, maar het, het zijn er eigenlijk maar 12. Hè. En als ik ook nog een opmerking mag maken, heb daar gezegd dat een val uh, automatisch vuurt, maar dat is maar sinds 1976. <laughs> en in uw boek. En dan denk ik: Oké, okay, ja, dat zal wel kloppen, maar weet u, uh, ja. zo waarschijnlijk. De gemiddelde, niet in, de gemiddelde <laughs> mens weet dat niet. <laughs> nee. Dus zo erg is nee. dat dan ook natuurlijk nee. weer niet. Want ik vond dat toch al indrukwekkend hoeveel dat er al wel in stond. Hè? Want ik, heb, uh, ik zal even voor de gemakkelijkheid voor de mensen thuis ook even zeggen. Ik heb uh, bling bling 1 gelezen. Hè? Mm -hmm. Helemaal. En uh, Andries heeft boem boem 1 gelezen. Dus we hebben twee verschillende boeken gelezen. Dus de boem boem vragen die zullen dan eerder vandaar komen. De bling bling die komen van mij. Bring Nu in ieder geval, um, 25 jaar luchtvaart. Ik kan me wel voorstellen, want klopt dat? Ik heb denk ik heb op YouTube een filmpje gevonden dat jij uh, over over die, die miljoenen kraak bij Swissair. Dat jij daar uh, het de beste woord stond? Daar is de miserie begonnen, natuurlijk. Ja. Wel, eigenlijk is niet daar de miserie begonnen. Ik heb ik ik bij 25 jaar op luchthaven geweest. In het begin van mijn luchthaventijd, en nou dan spreken we over het eind van de jaren 80, mm -hmm. zijn er drie of vier overvallen na elkaar geweest. Um, en. Geen grote overvallen. Altijd mensen die op de luchthaven werkten, die op een duur wel zagen hoe dat, dat daar in elkaar zat met diamanten. Het gaat altijd over diamanten. Mm -hmm. Je kunt het niet missen in Zaventem. Uh, er is geen enkele diamant in de wereld. Of ik ga het anders zeggen. Elke diamant in de wereld passeert gemiddeld, gemiddeld in zijn carrière twee keer in Antwerpen. Uh -huh. hè? Een keer als ruwe steen en meestal nog een keer als bewerkte steen. voordat hem uiteindelijk ergens eindigt bij een of andere juwelier aan de andere kant van de wereld. Maar ze passeren allemaal hier. En die gaan niet te voet van hier naar Tel Aviv. Uh -huh. Die gaan niet te voet van hier naar Londen en Los Angeles. Die pakken het vliegtuig. Dus ja. van waar vliegen die? Je kunt vanuit Amsterdam. Je kunt een heel klein beetje vanuit Antwerpen. voor wat dat daar vliegt. Ja. En dan kunnen vanuit Zaventem. Dus logisch, al die diamanten. die van en naar hier komen. Ja, die passeren allemaal in Zaventem. En dan is natuurlijk. het aantal diamanten dat daar verscheept wordt. is tamelijk groot. Ja. Is ook heel strikt bewaakt, vooral de duidelijkheid. Ja. Maar daar is natuurlijk wel verleiding voor mensen die dat elke dag zien passeren. en daarmee bezig zijn. En er waren inderdaad op een bepaald moment. Um, in de jaren 80, mensen die dachten. ik ga hiermee de slag slaan. Maar ja, dat is, dat is geen professionele criminaliteit. Dat zijn gelegenheidsdieven, ga ik maar zeggen. Um, en dan komt al tamelijk vlug de vraag van ja, wie kan dat weten dat dat hier was? En dan kun je het aantal mensen op je vinger stellen en ja. dan kregen ze tamelijk rap de dader te pakken. Ja. Maar dan kregen we ineens die grote overval op Zwitserland. Dat, dat is eigenlijk het begin van al de miserie Maar hoe is die nu eigenlijk weer gegaan? Hoe, hoe ging die weer? Want dat was toch Wel, een redelijk spectaculaire ook, hè? Ik werd, ik werd s'avonds... Ik tamelijk laat aan werk geweest. Ik rijd vanavond hem naar huis. En juist terwijl ik met een auto aan het parkeren ben, belt er een collega en die zegt, ja, kom terug. We hebben hier juist een overval gehad op een lading diamanten op de Swiss. Ik zeg, ja, dat kan niet. Ja, nee, serieus. Een overval, acht mannen op de tarmac met kalasjnikovs. Excuse me. Ja, echt. alleen gewoon. ik terug naar de luchthaven. Dan kom ik al mm -hmm. tegen dat ik daar was. Waren we weer een half uur of drie kwartier verder. was al volop een crisismeeting aan de gang met alle, alle uh, rijkswacht of ondertussen federale politieofficieren en al wie dat er van ver van dicht mee te maken had met onderzoek. Om te taal van, ja, wat zijn de feiten? Wat weten we op dit moment al? Hè? Um, en dan zie je eigenlijk... Bijna even rap als dat het daar in, 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 in zo'n crisismeeting hoort vertellen, zijn er al stukjes van beelden op VTM en op VRT-nieuws. Het is onwaarschijnlijk hoe snel dat nieuws werkt vandaag. Ja. En, um, dat was dan een, een goed uur na de feiten, dat was er al speciale nieuwsuitzendingen van, uh, tot en met animatie van auto's die over de tarmac rijden tot aan het vliegtuig enzovoort. Dus wel hadden die mannen gedaan? Die hadden tijdens het laden van de diamanten in het vliegtuig Um, waren, die, waren die langs een zwak punt in de omheining, waar dat er werken waren, als de omheining kapot geknipt, waren met twee auto's tot aan het vliegtuig gereden en hadden daar ja, het personeel die aan het werken was onder schot houden. en ondertussen alles wat dat er van de diamanten in het ruim van het vliegtuig zat eruit gepakt, en waren er op acht minuten tijd van op de luchthaven toekomen tot er weer buiten, hadden die. Um, een heel groot lot diamanten mee hoeveel, denk dat we dat nooit gaan weten er was ja. soms sprake van, van 3 miljoen euro, er was ja. soms sprake van 300 miljoen euro allemaal guesswork de, ja. de, de juiste toedracht gaan wij niet weten, waarschijnlijk in het onderzoek is dat wel bekend um, en uiteindelijk hebben ze daarvan toch wel mannen opgepakt, uh, waarom? Uh, als ik me goed herinner, op een bepaald moment um, heeft een van die daders uh, zijn stiefdochter Um, uit haar bed s'nachts en gezegd van je moet ons helpen om dat allemaal in zakjes te steken. Ja. Een meisje van 14 of 16 jaar of zo en die is dan tegen vriendinnetjes beginnen vertellen en zo is het uiteindelijk uitgelekt. Ja. Um, maar ja, dat is eigenlijk wat er gebeurd was. Dat gewoon met, met dat man, echt manu militari op de luchthaven. En er is ongelooflijke chance, maar een ongelooflijke chance geweest. Um, normaal wordt dat soort vluchten Heel streng bewaakt door federale politie en, en, en securitybedrijven enzovoort, enzovoort. Maar uitgerekend op het moment dat dat vliegtuig geladen werd, was er ergens een vlucht toegekomen met, ik weet niet meer wie, staatshoofd uit de Balkan. Um, en die, pol die politieploeg was weggeroepen. En okay. je vraagt van... Dat dus is, dat, is dat een pure chance geweest voor dat die mannen? Is, dat of is dat, 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 niet dat, voor die mannen, dat, 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 die, voor iedereen. Maar voor iedereen. Ja. stel je voor dat daar een combi is met twee of vier politiemannen met, met een pistool. Ja. En er ineens een man met Kalashnikov. Dat wordt toch een bloedbad? En daar dan zit dat met een vliegtuig ja. vol met passagiers. Ja. Dat juist volgetankt. is. Allee, ik zeg niet dat er van alles had kunnen gebeuren, maar nee, nee. ik zeg ook niet dat er van alles niet had kunnen gebeuren. Hè. Dus, maar dat was, eigenlijk... was dat een chance of was dat, dat iets was dat chance. die misschien ook wisten? Of wisten die ik dat denk niet dat ze dat hadden kunnen weten. Nee, hè? nee, nee, nee. nee. In Bling, Bling 2 die je nog niet gelezen hebt, komt ook zo'n aanslag aan, op aan. de luchthaven. Daar ga ja, ik, ja. niet, daar <laughs> ik niet, niet over vertellen. Hè. Maar dat is eigenlijk mijn inspiratie geweest. In heel dat verhaal, en dat is wel een boeiend verhaal om naar woordvoerders te zijn, hè, want allee, als, je, als je een jaar of 10, 20, 30 woordvoerder zit, dan weten ze wel hoe dat je met moeilijke vragen wegkomt. Dat is, ja. Je voelt dat zo wel wat. je zegt geen verkeerde dingen niet meer. Want wat zijn de, wat ja. zijn de dingen die je gedaan op dat moment? Hè, want dan, dat, dan komt u inderdaad. jij, hè, jij doet crisis. Ja. Eh, communicatie, wat natuurlijk Alleen maar draait om de juiste dingen zeggen en zeker niet ja. iets verkeerd. Ik veronderstel Juist. dat dat een vak is dat je leert met vallen en opstaan. Met veel vallen en opstaan, ja. Wat, wat, wat was het, als, als zo'n kraak gebeurt, hè? dat is een onwaarschijnlijk spectaculair ding, het nieuws springt er ja. direct op, wat zijn de dingen waar jij direct op moet letten dan, als Wel, je gaat spreken? De, de essentie is iets wat dat iedereen mist. Hè. Um, er zijn een man op Tarmac geweest met een Kalashnikov. En er was een journalist van BBC, die mij voor de camera zet, en die zegt, van, noem me dan nog een keer uitleg, meneer Van der Kruijsen, als ik vertrek naar mijn boma in Londen, en ik heb een tube tandpasta mee, en die is meer dan 100 milliliter, dan pakt hij mij die af, omdat ik een crimineel ben. Mm -hmm. Maar laten wel acht man op de tarmac met kalasjnikos, expliqueer dat nu een keer even voor mij. Ja. Hè? <laughs> en die het natuurlijk gelijk. Hè? Maar de essentie is natuurlijk, een luchthaven is extreem goed beschermd in luchthaventermen, moet hmm. voldoen aan zeer strikte internationale regelgeving, die is in verdragen voor IATA enzovoort, ligt dat vast exact wat je moet en wat je niet moet op vlak van security. En luchthavens, zeker grote luchthavens, zeg maar alle grote Europese luchthavens die voldoen heel strikt aan die norm, zeker vandaag hè? Hmm. en zeker toen al. Um, maar de luchthaven is geen een bank, hè? de luchthaven is geen een diamantair. De normen voor security om te vermijden dat iemand met 100 miljoen aan diamanten wegwandelt, zijn niet dezelfde als de normen van security die je hebt om ervoor te zorgen dat iemand geen wapen meeneemt aan boord. Want dat is uiteindelijk wat de security op een luchthaven moet voordienen. Mm -hmm. Niet om een overval op de luchthaven te vermijden, maar om ervoor te zorgen dat er niemand met wapens aan boord van een vliegtuig raakt. Mm -hmm. Of dat er geen springstoffen aan boord van een vliegtuig raken. Dat is de essentie van luchtvaart. Security. Dus toch wel even een andere insteek. Hè. Als, je, mm -hmm. als je het niveau van beveiliging zou willen nemen dat je wilt voor een bank of voor een luizen, ja, dan zouden eigenlijk van de luchthaven moeten een fort maken en zouden moeten ieder passagier behandelen zoals dat iemand behandelt die in de bank binnenkomt. Mm -hmm. Dat is niet verenigbaar met het passeren van op piekdagen 70.000 passagiers op een dag. Hè. Ja. Dat werkt niet gewoon. En dus je moet ergens, ergens ja, niet, niet beginnen met appelen en citroen te vergelijken. En ook, je kunt, je kunt dat vermijden. Uh, nu is er een draad rond de luchthaven, ik denk dat die drie meter hoog is, en daar zit prikkeldraad bovenop en zo. En als er nog een keer een overval komt, dan gaan ze die waarschijnlijk nog een halve meter hoger maken. Maar als je weet op voorhand dat daar tientallen, honderden miljoen op een jaar, op een maand passeren... Um, er zal altijd een zot zijn die denkt van, ik kan dat doen en als ze hem niet over de draad hakt, dan gaat hij met een helikopter komen en als dat niet lukt, kom, dan mm -hmm. komt hij misschien in een duikboot, hè. maar de, de, uitnodiging, de uitnodiging is daar, is altijd iets te rapen daar en er is een, altijd een idioot die denkt van, ik kan erin lukken. Mm -hmm. En we hebben gezien tot nu toe op de luchthaven, uh, de, al de pogingen die ze gedaan hebben om een overval te doen. Dat die ook gelukt zijn, die paar in de jaren 80. En dan de groten overval op Suisse, Maar mm -hmm. ze hebben wel altijd de daders kunnen pakken achteraf. Dus ja. dan reed ik me met een auto naar huis. Na al, die, al dat gedoe en, en, en de, de persinterviews van de eerste dag. En dan begint het te denken. Van ik, ik kom hier zelfs thuis. Stel ik heb 100 miljoen voor diamant in de koffer van mijn auto En ik kom thuis en ik zeg zo Ik zie uit dat ik een keer mee heb voor je. fantastisch <laughs> nieuws. <laughs> en dan drink ik een glas champagne. Maar, en dan? Ja. Moet ik, ik doe met 100 miljoen aan diamanten in mijn koffer? Waar blijf ik daarmee? Ja. Je kunt dit toch niet verkopen? Moet ik proberen om ene schone diamant te gaan verkopen hier ergens zonder de vodden hebt. Hè? Want mm -hmm. onmiddellijk kan ze zeggen: ja, is daar een, een certificaat bij? Want als je een beetje een serieuze diamant het wordt die vraag wel gesteld. En als ze zegt van ik heb hier vier diamanten, ja, dan mag het al gerust zijn dat die, uh, die al wat aarzelend zullen zijn voordat je hem kunt verkocht krijgen. Ja. Heel de diamantsector nu is zo georganiseerd dat je gestolen diamant bijna niet meer kwijt kunt. En als je dan zegt: Ik heb hier volgens 100 miljoen diamanten, dan kun je proberen huis, tuin en keuken een beetje een en hier en een en daar. Maar dan, dat is wel een levenswerk om daarna al die diamanten kwijt te gaan. Ja. Ofwel moet je beroep doen op ja, beroepscriminelen. Ja. En dat is een beetje de oorsprong geweest van mijn boek. Dan dacht ik: ja, Bij wie kom ik dan terecht? Als ik zelf eens naar' mafia mensen stap en ik zeg van ja ik heb hier 100 miljoen aan diamant kunnen we misschien een deal maken dat je dat verkoopt en je krijgt daar een percentje op en hoe moet dat mm -hmm. en al die gedachten kwamen met mij een beetje samen ik dacht van eigenlijk zit er wel een leuk verhaal in hè? Ja. en dan niet zo lang daarna was ik weg van de luchthaven hè? in 2014 ben ik van de luchthaven weggegaan en had ik eigenlijk ineens wel wat tijd Um, en als woordvoerder van de luchthaven, bling bling schrijven, dat zou niet goed gepasseerd zijn, denk <laughs> ik. Uh, ik, zou dat ook niet, ik zou dat ook niet kunnen doen. hebben. Nee, allee, ik denk nee. dat daar... Er is zijn, er zijn een lijn die je moet trekken als je werkt voor, voor een bedrijf en voor, voor iets als de luchthaven. Dan is dat met hart en ziel en dan doe je dat niet. Uh, wat dat niet wil zeggen, dan een auteur dat niet kan overschrijven. En als ik daar niet meer werk, dan... Allee, de geheimen de geheime van het vaderland heb ik daar ook niet onthuld. Hè. Nee. Um, alhoewel, uh, als ik dan nadenk over, over hoe kun je dan wel een aanslag plegen op, op een vliegtuig. dat heb ik dan geprobeerd in Bling 2. Dan denk ik, daar zouden op een bepaald moment in het verleden in de jaren 80 nog wel mee weggekomen zijn. Ja. Vandaag volstrekt niet meer. Nee. Uh, ik zou niet meedoen, moest je mij voorstellen. Maar in dat de jaren is, 80. Het is ik, wel goed dat je dat in uw boek, in de inleiding, zet dat eigenlijk een klein beetje een disclaimer. Hè? Je zet zo'n twee. Zo twee, je, je doet een aanmoediging, wat ik een, een hele mooie vond. Eh, aan beginnende schrijvers: dat je zegt. Eh, via het diepe eind lijkt de andere oever veel nader. Eh, dan, dan, vanaf, dan dat hem leek vanaf de kade. Eh, als je mm -hmm. zo in het water zit. Ja. Dus begint er gewoon aan. Begint er gewoon aan. Absoluut. Eh, wat natuurlijk, want het is ook niet zo evident. om uh, eh, Je, je zegt eigenlijk. Uw debutroman was op een redelijk late leeftijd. 55. Eh, en het was ook niet bepaald. Een, een, een novelle van 80 bladzijden. Het was letterlijk een boek no. van 500 in yeah. met een hele hoop personages. Eh. Yeah. En een andere vond ik, de, de, de ontmoediging vond ik ook heel goed. Eh. Don't, this, the, don't try this at home eigenlijk. No matter what happens, there always will be someone to take it too seriously. Dus was dat iets waar je wel wat schrik van had? Dat je denkt, ik ben hier eigenlijk een manier aan het omschrijven voor een diamantkraak te laten werken? Ja, weet je. Um, ik, ik verwacht niet dat er iemand bling-bling zal lezen en daarna denken van nou oh, is het zo gemakkelijk, ik zal dat nu wel een keer doen. Mm -hmm. uh, de risico's die je daarbij neemt, vind toch wel heel serieus. Um, en uh, je, speelt, je speelt op zijn minst met je eigen leven, en, en waarschijnlijk met dat van veel anderen ook. Hè, als je zo'n mm -hmm. ding begint te doen. Dat is alleen ding. Ik denk dat iedereen die eraan begint. Toch wel slim genoeg is om dat te snappen. Uh, er is, denk ik, geen enkele plaats in ons land waar zoveel uh, veiligheidsmensen in uniformen zonder uniform rondlopen en op luchthaven. Dus als ze dan toch per se ergens iets wil gaan doen, ik zou zeggen, probeer het vooral ergens anders <laughs> om te beginnen. En dan ten tweede, en als je, als je het boek leest, mm -hmm. dan denk ik, dat je daaruit wel onthoudt van uh, diamanten gaan stelen is heel één ding, mm -hmm. maar er dan nog mee wegkomen achteraf, uh, en, en het geld ervan verzilveren, ja, daar gaat eigenlijk heel het boek over. Ja, als ze kwijt geraken, dat, ja, is, dat is, dat het, is he? zo heel... Want um, gebeurt dat eigenlijk nog, nog veel? diamantkraken? Er zijn een aantal grote geweest, hè, voorbij, ja. Voorbije jaren absoluut hè. er zijn uh, er is een, een, een geval geweest ik dacht op de luchthaven van Nice um, het zit allemaal een beetje en nu maar denk ik waar dat ze uh, het, een vliegtuig dat Op de runway was klaar om op te stijgen. Ze zijn met een auto gaan voorstaan op de runway. Dat hem nog weg, nog weer kon. En dan ook de, de romp van het vliegtuig leeghaalt en alles weg en verdwenen. Uh, ja, en er zijn al hele grote diamantovervallen geweest uh, op tentoonstellingen met diamanten en dat soort dingen ook. Hè. Uh, okay. dus. Wat ik wel uh, opmerkelijk vind aan een luchthaven, omdat je het zo allemaal vertelt, het is wel het is heel veilig, maar tegelijk is het ook heel onpersoonlijk. Je zegt het zelf, de meeste van de Zwitsers, van die kraak, hadden eigenlijk gewoon een uniform aan. Ik herinner me zelf, als je op een luchthaven komt, die een intimiderende sfeer, dat er toch wel wat heerst. Je kijkt niet naar gezichten, hè. je kijkt gewoon naar wat mentaal nee en je neemt heel veel voor waar aan. Is dat ook niet... Is er soms niet wat te veel autoriteit als in... Allez, uh, sch, allez, hoe zeg je dat? Uiterlijke autoriteit op een luchthaven. Iedereen heeft wel een badge daar. Ja. Iedereen heeft wel... Uh, 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 maar... Als, allez, als je in huis huisbouw is wat verkleedkleren gedaan en je plakt er iets op, je raakt wel een eind. Zo komt het wel over. Dat is wat de Schalkse Ruiters gedaan hebben in de tijd. He. Die ja, hadden voilà. een pilotenuniform en die hadden met een kopiemachine een, een schone badge gemaakt en die, die waren binnen. Maar de Schalkse ruiter, zo lang is dat geleden, ik denk uh, bijna 30 jaar zeker. Mm -hmm. uh, vandaag mogen we met uw kopiemachines al de badges maken dat je wilt. Die een badge heeft vooral een elektronisch gedeelte dat je nodig hebt om deuren te openen en om, en, en om ergens binnen te kunnen. He. De, mm -hmm. het, het, het zichtbare gedeelte van uw badge is niet de essentie. He. Uh, het nee. je hebt eigenlijk de sleutel vast he, met uw badge. Um, op een bepaald moment, als je met mensen werkt, moet je, moet je voor een stukje vertrouwen stellen ook. En je kunt ze natuurlijk allemaal screenen op voorhand, dat is ook wat de luchthaven doet. Maar je kunt natuurlijk geen absolutie krijgen voordat je weer te zonde gepleegd hebt. Hè. Dus mm -hmm. iemand die nog nooit iets misdaan heeft, die mag al de criminele gedachten hebben van de wereld, dat kun je er niet aan zien. Hè. Mag je nee. toch nog even de vraag stellen, want als we die vergeten, mm -hmm. nadat we hier iemand hebben, Kun jij op een diplomatische manier vertellen waarom dat als geen luchthaven komt? En ik kan niet een luchthaven zoals de z'avond hebben, en gewone luchthaven in het algemeen. Waarom dat er eigenlijk vaak walgelijk wordt gedaan tegen u? Wat echt de reden is, want dat is iets dat vaak terugkomt. Douane, waarom dat? Het, 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 het ding dat je nooit welkom zei, dat iedereen vervelend toe Is dat om een reactie los te weken? Nee. Of is het dat in, in de kop van het gepeupel? Dat zit in de kop van degene die het doen. Um, ja. en dat is zeker niet de bedoeling het is de bedoeling van security dat die dat op de heel correcte manier doen en, en zeker niet beginnen uh, de ambtenaren uit te hangen je ja. geeft toch toe dat dat soms dat gebeurt dat is soms zo, maar, <laughs> maar wie, wie doet dat soort jobs hè? Um, dat zijn dat zijn meestal ook mensen die dat al vele jaren doen, die op het moment dat ze, ze uw als we het even over douane hebben die uw bagage controleren, als we het over politie hebben die uw paspoort controleren, um, als we het over security mensen hebben die uw bagage checken. Um, op het moment dat hij daar passeert, zitten hij al voor dit jaar de uh, 6.753.124 die passeert. Die is niet meer met u bezig. Uh, dat is mm -hmm. voor die mannen waarschijnlijk allemaal eenheidsworst antwoorden. En, en niet iedereen heeft het ook goed voor. Hè. Uh, er gebeurt wat op een luchthaven. Hè. De, de luchthaven is uh, bij uitstek uh, de verbinding tussen ons land en de rest van de wereld. En dat is zo voor de die zijn tante gaat bezoeken in Canada. Maar dat is evengoed zo voor degene die bezig is met mensensmokkel, voor degene die bezig is met drugs, voor degene die bezig is met noem maar hè. En die zijn er ook, hè. en daar zijn er spijtig genoeg nogal veel van. Um, en daarnaast hebben we nog luchtvaartsecurity, luchtvaart zorgen dat er geen gevaarlijke dingen kunnen gebeuren met vliegtuigen. Dat komt er ook nog een keer bovenop. Allee, de, de luchtvaart is ook nooit echt lief behandeld geweest door terroristen. En zo. Er zijn redenen voor waarom dat we zo streng zijn en, en, en dat zal niet meer beter in de toekomst. Dus iedere keer als er iets gebeurt, uh, bijvoorbeeld 9-11, dan zie je dat security nadenkt wereldwijd van hoe moeten we hier nu mee om? hoe moeten we nu onze security aanpassen om te vermijden dat dit in de toekomst opnieuw gebeurt, dat op een bepaald moment in, in, in de UK is er uh, een aanslag verrijd, verrijdeld geweest van iemand die uh, bezig was met met vloeistoffen te mengen op een manier waarop dat eigenlijk een vloeibare bom had mm -hmm. en sindsdien hebben ze eigenlijk instant gezegd vanaf nu, uh, geen uh, dranken van geen flessen van meer dan 100 milliliter nog drank, nog flesjes parfum uh, kleine volumes mogen grote volumes mogen niet meer ja. uh, dat heeft zijn redenen, is dat nodig vandaag? Totdat dat een keer gebeurt, ja. natuurlijk. Hè. En dan had iedereen ja. zeggen uh, waarom heb je dat niet gecontroleerd. Maar de kost daarvan is gigantisch. Alles wat te maken heeft met. en dat is niet alleen voor luchthavens zo. Hè, maar alles wat te maken heeft van verf van licht of van dicht met security. is eigenlijk gebaseerd op drie belangrijke punten. Uh, het eerste is hoe veilig kunnen we het maken? Je kunt iets 100% veilig maken. Je maakt van de luchthaven een versterkte brug. Doe rubberen handschoenen aan en vraagt dat iedereen ervoor overbukt. En controleert ze afond. en dat is zeker dat ze niks binnen hebben dat ze moeten nemen. Dus veilig 100% kan bijna. Maar dan heb je ook comfort. Ik denk niet dat je dat zou tof vinden, dat vooral met die handschoenen en al wat erbij komt. Dus op een bepaald moment moeten ze zeggen: ja, we kunnen het superveilig maken. Maar de passagier die wil toch nog altijd allee, op een redelijke manier behandeld worden. En hoe, hoe moeten we dat? En dan een derde pijler is altijd de kostprijs ervan natuurlijk. Want al wat je doet, vergt manpower, vergt infrastructuur, 24 op 24, dat kost gewoon bakken geld. Hè. Dus continu wordt alles wat de security is in de wereld bekeken vanuit die drie perspectieven. Hè. Hoe, hoe haalbaar is het om dat te doen? hoe veilig willen we het, hoe noodzakelijk is dat dat we dat doen, en op basis daarvan wordt er een modus vivendi gevonden, waarbij degenen die dat daarover beslissen, dus dan meestal op Europees of op wereldniveau, zeggen van kijk, we gaan dat zo organiseren, en dan worden normen vastgelegd waarbij dat je dus als luchthaven weet van dat en dat en dat, daar moet ik aan voldoen, en dat wordt er dan ook opgecontroleerd natuurlijk, hé, grondig. Ja. Ik vraag me af, uh, omdat je, natuurlijk, als je crisiscommunicatie doet, zit je heel de hele tijd bezig met dingen die uh, niet gaan zoals ze zouden moeten. Mm -hmm. Hoeveel gaat er zo gemiddeld eigenlijk uh, mis? Allee, of hoeveel dingen gebeuren er, hè, zoals gezegd, van als je door die security moet, hè, en, uh, en wat mm -hmm. dan Andries vertelde, soms zijn ze vrij streng of zijn ze, hè, ze zijn nu mm -hmm. zwaar aan het controleren. Hoe vaak op een dag vinden ze iets? Of is er iets? Dat je zegt dat dat klopt niet. Is dat dikwijls? Ik ben dat 25 dat... jaar woordvoerder geweest en ik weet dat ook niet. Nee. <laughs> uh, <laughs> dingen die van douane zijn, blijven bij douane. Dingen die van Rijkswacht zijn, die blijven bij de Rijkswacht of bij de federale politie. Uh, er is ook heel veel staatsveiligheid op de luchthaven. Mm -hmm. um, elk heeft zijn eigen winkel en iedereen blijft daar ook behoorlijk discreet over. Maar er zijn natuurlijk elke dag incidenten bij de douane. Als je zoveel duizend passagiers hebt, is er altijd wel een slimme die denkt van ik kom ermee weg. Hè. Uh, ja. en, en als je zegt van ik wil per se hier een partij, ik weet niet wat. Van, van A naar B, als je maar genoeg probeert en maar genoeg mannetjes in het veld stuurt met, met drugs of met gelijk wat in, is er altijd wel een die erdoor raakt. Ja. Um, dus ja, er, er is altijd wel wat, hè. dus dat is een oorlog. Hè. Uh, degenen die, die willen smokkelen, die doen hun best om, om vernieuwende dingen en degenen die ze moeten controleren, die kennen de trukken van de voor soms veel beter dan, dan dat de, de slechten het denken, ja. en dat is een spel dat gespeeld wordt. Ja. Het is dus wel, uh, want je, je vertelde zelf dat je, hè, je bent er best heel lang werkzaam geweest. Dus jij hebt er ook gewerkt tijdens 9-11, Ik was daar, ja, absoluut. absoluut ja, ja. Hoe, want ik kan me dat voorstellen, als je dan bij een luchthaven werkt, dat het bij iedereen ineens zwaar crisisoverleg ja. is. ik was, ik was op, op dat moment, die dag, hadden wij een aantal uh, bezoekers bij ons in het bedrijf, namelijk parlementairen. Er was een, een systeem, jonge parlementariërs uh, deden stages in het bedrijfsleven. We spreken nu over 2001, ook al even geleden, mm -hmm. juist 20 jaar nu. Hè. Ja. Um, en Vincent van Quickenborne was bij ons te gast. Een hele week liep die mee bij ons in het management en dat gaat dan zo. De, de, eerste, de eerste dag dat hem daar is, ja, dat is dan een jonge parlementair die al tamelijk bekend was. Nog geen minister, maar iedereen wist toch wel min of meer wie daar van Quickenborne was. Hè. Um, en uh, de eerste dag had hij dan smiddagslunchen met de CEO. Hè. En de tweede dag had hij dan gaan lunchen met de, ik weet niet, financiële directeur ofzo. En dan de derde dag was het zo van, Jan kun hij die vanmiddag mee pakken om te gaan eten? En ik dacht, ja, super. Hè. Mm -hmm. Dus ik zit met, we van Quickenborough aan tafel. En terwijl we aan de dessert bezig zijn, hadden we eens de een telefoon. En mijn collega zegt, ja, er is iets gebeurd in New York. Er is een vliegertje tegen de World Trade gevlogen. En ik zei, ja, wow. <kwijnt> ja. Dat is niet de bedoeling. Uh, maar <laughs> weet je wat er juist aan dat is? Dus nee, nee, de details volgen. nog, ja, De straf, oké. Okay. Als je meer weet, laat me iets weten. Hè. Twee minuten daarna, uh, ja, dat, dat was, dat was een, geen vliegertje, dat was uh, een 767 van American. Ik zeg dat meen nee. dat, dat kan niet, hè? Hmm. Dat, dat vliegt niet zomaar tegen de World Trade. Ja, nee, 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 wat gaan we doen? Ik zeg, ja, is, wordt het crisis, is crisis geopend? We uh, hebben hmm. dan uh, op een bepaalde moment een crisis. Um, als ik een stap achteruit doe, als, als je kijkt naar een grote organisatie of een bedrijf, er is een groot verschil tussen een incident en een crisis. Oké. Okay. Het verschil zit hem in mijn één ding. Mm. Op het moment dat er iemand zegt het is crisis, is het crisis. Ja. En dat is belangrijk, want je hebt een heel kast vol met crisisplannen en mensen die getraind zijn om met crisis om te gaan. Maar zolang dan iemand zegt van nu zijn we in crisis, is er geen crisis. Dat is, blijft het een incident en doet iedereen gewoon wat dat hem normaal doet en dan kunnen je erover klappen en van alles doen, maar je gaat niet handelen naar een crisis. Dat is pas op het moment dat je zegt van kijk, nu is er iemand en er moet dan degene zijn die, die daar recht heeft, die kan zeggen van deze is een crisissituatie. En dat wil zeggen, we openen nu een crisis -communicatie -team, we openen nu een crisismanagementteam. de juiste mensen gaan samen zitten en gaan kijken hoe dat we hier doorkomen, zodat mogelijk het probleem oplossen en de communicatie er rond organiseren. Dus, en de wat, vraag... maakt, wat maakt het verschil tussen een incident en een crisis. Wanneer roept ja, de, ja. de beslissing van iemand? De beslissing van iemand zegt ja. nu is crisis. Maar en heeft misschien dat blijkt achter met dat... de grootte van het incident. Of, of, of? Dat, kan, dat kan met van alles te maken. Op het moment ja. dat je denkt van kijk, dat is hier, dat is hier iets wat ik niet meer alleen aan kan. Uh, mm -hmm. hier, hier zal toch een keer moeten serieus over nagedacht worden. Dat heeft consequenties naar verschillende stakeholders toe. Mm -hmm. uh, misschien moeten we hier uh, onze directie mee aan tafel. En dat zijn allemaal mensen met agendas die zomaar niet zeggen van ik kom er even gezellig bij zijn, Nee, als crisis is wel, en als het geen crisis is niet dus mm -hmm. iemand moet wel zeggen van nu doen we op die knop is dat, een, is dat een, want dat je het nu vertelt is laconiek dat ja. is goed bedoeld, maar is dat is dat wat je overleeft, dat je echt het protocol moet volgen, want dat is ook je schrijft ook boeken over militairen ook. is dat want ik heb, dat, ik heb ook vrienden die in het leger zitten ofzo als je daar niet in zit, dan is protocol ik bedoel, wat zijn zo'n mensen dat is niet hoe wij leven maar als ik je bezig hoor, het feit dat iemand het woord crisis moet zeggen, ja. en dan begint iedereen. Dat is zo die chain of command of ja. zo, dat je heel hard nodig hebt. Ja. Is, is dat in extreme situaties gewoon absoluut nodig? Dat is niet absoluut nodig als je een kruidenier zit op de hoek van de straat. Dan heb je je, je kotstad in brand en dan belde de brandweer en dan zie je wel wat er gebeurt. Maar als je een luchthaven zit of als je een bedrijf zet waar 10.000 man werkt of als je een bedrijf zet waar dat heel veel klanten komen elke dag. Ja, Dan moet je toch wel een keer goed nadenken of dat, en zeker als je een overheid zet, moet je toch wel een keer goed nadenken of dat je klaar zit voor crisis. En voor elk soort crisis. Want crisis komt in veel gedaanten, uh, dat kan van alles zijn. Hè. Ik heb er zoveel verschillende soorten meegemaakt. En sommige crises zijn super gemakkelijk om mee om te gaan. Hè. Um, gemakkelijk, bijvoorbeeld, uh, er wordt een arbeidsongeval. Mm. Of er wordt iemand doodgeschoten. Ik zeg maar, ik zeg, op de mm -hmm. luchthaven, woordvoerder, het is nooit gebeurd. Jawel, het is wel gebeurd. Hè. Uh, ruzie tussen taxichauffeurs en een, de er ineens een pistool en Baf die schiet. Een passagier krijgt een kogel in zijn hoed. Echt gebeurd. Hè. Ja. Um, maar dat is een gemakkelijke crisis. Er komt een journalist bij mij, zegt wat er gebeurt. En zegt zeg ik, ja, er is een rechtelijk onderzoek aan de gang. Uh, en er is een geheim van het onderzoek en dan kan u daarover niets meer vertellen. En dat is het, hè? Meer mag ik niet zeggen op dat moment. Dat is De gemakkelijkste crisis die er is, dat zijn degenen waar dat er een parket ter plaatse komt en waar dat er een rechtelijk onderzoek moet komen enzovoort. Dat zit er zo vanaf. Moeilijke crisissen zijn er waar je zegt: van, hier, hier, hier drupt geen bloed van de muren. Hè. Uh, hier zijn dingen gebeurd tussen mensen en injusten. Um, en hoe moeten we daar nu mee om? Hè? Uh, de, de boekhouder die ineens met 10 miljoen er vandoor is. Um, een, een voorbeeld. Hè. Uh, op een bepaald moment um, hebben we een situatie waar een klein kind valt op de luchthaven, uh, een heel kleintje nog, uh, van minder dan een jaar, um, op handen en voeten op zo'n roltapijt. Mm -hmm. En die raakt met zijn vingertjes tussen, die lamellen, tussen de lamellen van ja. dat roltapijt. Uh. Ja. En ze zijn er niet rap genoeg bij en aan het einde van de roltapijt jam-jam een stuk van zijn vinger eraf. Uh. Mm -hmm. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Hè. Um, dat is heel vervelende communicatie, hè? want... Je hebt een infrastructuur die perfect in orde is. Dat zijn dezelfde roltapijten die op 385 luchthavens in de wereld lopen en perfect lopen van, van, van de firma's die je zelf kent, als ik er de namen van noem. En denkt van ja, dat is goed grief. Dat wordt om de zoveel maanden wordt dat gecontroleerd door experten op de juiste werking. Intern wordt dat continu onderhouden. Allee, dat is allemaal volgens het boek. Maar dat is niet gemaakt om een kind van één jaar op handen en voeten te laten opkruipen. Hè. Ja. En dan is er een af, en dan heel vervelend, maar allez, bon, wat doet het eraan? En dan ineens twee weken daarna gebeurt hetzelfde. En dan ineens een maand daarna gebeurt het nog een keer hetzelfde. En dan is er een handchirurg in het centrum van Brussel die zegt van dat, tja, dat zijn al drie kinderen, op een paar maanden tijd hier stukjes van hun vingers en die belt VTM. Ja, en dan staat dat met uw broek op uw knieën. Hè? Ja. Dat is moeilijke communicatie. Hè? Ja. En dan zit je eigenlijk volstrekt in orde, maar diep van binnen denkt van ja, weet je. Dat is niet gemaakt voor kleinkinderen om op te spelen. Um, dat is gemaakt voor passagiers die op hun twee voeten staan. Uh, en, en dat is niet hetzelfde. En, en dan moet hij onder bordjes hangen van opgelet, kinderen aan de hand houden. Maar aan het einde van de rit is dat kind wel een vingerje kwijt. Um, dat, en vind, hoe, hoe dat is communiceren Of wat is, dan, wat is dan hetgeen dat je dan op dat moment moet zeggen? Ja, wat kun je zeggen? Mede, ja. Medevoelend tonen, meer kunnen je, ja. kun je niet doen. Dat, ja. de, er is ook iets in, in crisiscommunicatie. Je kunt... Zo goed zijn als je wilt in crisiscommunicatie. Als er iemand dood is, dan blijft hij wel dood. Hè. En dan moet hij zoveel over communiceren als je wilt. Levend zal hij je nooit meer worden. Hè. Mm -hmm. Um, dat is een misvatting bij veel mensen. Die denken van, oh, we gaan onmiddellijk uh, een, een crisis crisisspecialist bijhalen in een peerbureau bureau en die gaan ons redden enzo. Maar ja, die, die, die dooi blijft wel dood he, aan het einde van de rit. En dan kun je wel zeggen van, kijk, dat en dat is gebeurd en, en dat is mijn positie erin. En inderdaad, het is niet mijn fout enzovoort enzovoort. Maar hij blijft wel even dood. Nee. Is, is dat een... Uh, um, dat is een job. Ik denk dat een speciale job is. Ik heb me ook voorgesteld dat het een verslavende job is. 2014 zijn er me gestopt, 2016, aanslagen, z'n avond, Tim. Ja. Ik kan me voorstellen dat je thuis gewoon aan het werken wordt. Ik zat, op dat moment was ik in New York. Um, en ik ging uh, in de voormiddag de vlucht terug naar huis nemen. Ik weet niet of dat Jet Airways, wie iets zegt, die komt mm -hmm. in, ook in in, een Indische maatschappij. Ik heb daar al eens mee gevlogen. Voilà. Dat was keigoed eten eigenlijk. Ja. En die, die was ook een hele comfortabele vlucht. Dat was echt tof, ja. is dat niet indisch? Nee, Indisch? Ja, 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 indisch. Maar dat is keigoed eten. Was. Ja. Want spijtig genoeg ja, hebben ze ja. ondertussen de boeken op neergelegd. Ja. Ze zijn ondertussen overgenomen. Heb ik gelezen. En ja. er is sprake van dat dus ze gaan herbeginnen. Maar dat was een super toffe maatschappij. Ja. En om, om een aantal redenen was ik daar nogal dichtbij betrokken, want ik had Samen met de mensen van die luchtvaartmaatschappij, een paar perstrips gedaan met journalisten naar Indië en terug. Super tof. Zo'n paar dingen die je als woordvoerder normaal niet kunt doen, kreeg je dat wel een keer de kans. Dus ik had het zo nogal voor die, voor die maatschappij. En nu zit mm -hmm. ik eigenlijk mijn draad kwijt, omdat ik erover begin. Over Jet Airways. Omdat je van New York terugkwam en je zat was, op die vlucht. Ja. ja. En Jet Airways ging stoppen en we vliegen in Brussel. En ik dacht van ik wilde nog een keer mee mee. Ik vond ja. dat zo'n toffe maatschappij. Ik dacht, ik wil er nog een keer mee mee. Ik ga nog een keer. Ik had dat beloofd aan mijn tante. Bling Bling was. was ja, ja, ja. Um, ja, juist. Bling Bling was ondertussen uit. En ik heb een tante in Canada. En ik had haar heel dat verhaal verteld. van Ik zit hier een boek aan het schrijven. Ik heb er zelfs een stukje zitten schrijven terwijl ik daar was. En ik zei: Als die nooit uitgegeven wordt, al lachend, want dat was zeker niet mijn bedoeling op dat moment. Mm. Dan kom ik u er u in en brengen. Dus dat is goed, ik hou er u aan. Ja, en dat was Bling Bling daar. En hij was uitgegeven. Dus ik dacht, ik had. Even, ja, er was, er was nog iets bijgekomen, ik had een, een bekeuring gekregen. Ik, ik was door het oranje gereden en er waren, er waren flieken en die hadden mij aan de kant gezet. Die zei ja, meneer, door het rood. Ik zeg, nee, het was oranje. Nee, het was rood. Ja, discussie. Um, en ja, uiteindelijk, uh, ik zei ja nu nee, uh, ik kreeg, kreeg die bv in de bus en met mijn domme kop zeg ik ja nee, sorry maar dat was absoluut geen rood eh, ik verzet mij daar tegen, maar niet akkoord ja, ja, dan kom je voor de rechtbank en zo slim was ik natuurlijk uh, op dat moment niet, maar uh, daar de geen gelijk in, in dat soort discussies uh, zelf, zelfs al hebben de feiten aan uw kant je kunt ze niet bewijzen en ja. iemand die een officiële functie heeft van politieagent, die heeft uh, het voordeel dat de rechter naar hem luistert of dat hem nu juist is of niet, dus mm -hmm. Het resultaat van de oefening was, ik mocht twee weken niet met de auto rijden. Um, en ja, wat moeten we dan doen als ze twee weken niet met de auto mogen rijden? Ik dacht van weet je wat, ik ga naar Canada naar mijn tante die een boek gaat brengen. Ik was dat al van plan. Dus mm. ik daar naartoe. En in terugkeren was ik nog bij een vriend in, in New York. En s'nachts op een hotel uh, in de stad. En, en klaar om zondagsmorgens met de allerlaatste vlucht, de allerlaatste vlucht van Juice, van New York naar Brussel mee te vliegen. En om drie uur s'nachts kwam een telefoon en ik, ik ja, weet niet goed wat er gebeurt om drie uur s'nachts. En ik pak mijn telefoon. Ik zeg, Meneer Van der Kruijs, zei nog altijd woordvoerder van Brussel-Zijpoort? Ik zeg: oh Nee, jong, daar ben ik al twee jaar weg. Sorry, Allee, ik kan u niet helpen. Ik zal u het vastnummer nummer geven. Mm -hmm. 753 42 ja oké, okay, merci. Mm -hmm. uh, drie minuten daarna. Opnieuw telefoon, een andere journalist. Uh, sorry meneer Van der Kruijsen, maar we krijgen geen woordvoerder te pakken van de luchthaven. Kunnen hij mij misschien? zeggen. maar is dat iets aan de hand of wat? Ja, ja, een, 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 een aanslag. Ik zei, oh, een aanslag. Oh, allee, ik, ik wist van de wereld niet. Hè. Mm -hmm. Dus ik bel direct met mijn vrouw aansluiten en ik zeg, wat is er allemaal aan de hand? Ze zegt, ja, zet de tv aan. De, allee, dit, ja. Het is al over de. Het is wereldnieuws, het is op CNN, zie maar. Dus ik zet CNN op en inderdaad, ja, ik, zie, ik zie alles aan het gebeuren. Ik heb denk ik twee uur zitten blijten op de rand van mijn bed, gewoon ja. zitten beven van, van emotie dat ik gewoon niet wist van, allee, dat is zo onwerkelijk dat diezelfde luchthaven wat ik alleen binnen thuis, dat is gelijk dat ze zouden een bom doen oploffen in uw lieving binnen. Ja. Ik was er echt kapot van, ik was er echt kapot van. Um, en, en dan ja, uiteindelijk uh, dan toch uh, via. Uh, telt dan als je in de luchtvaart bent dat je weet hoe dat je dan toch wegraakt. Ja. Uiteindelijk ben ik dan met een vlucht van Delta naar Amsterdam geraakt. Uh, ja. Op mijn ticket van Jet Airways, dat normaal niet zou kunnen, maar ik bon, ben, ben thuis geraakt. Ja. En dan zijn de Amerikanen eigenlijk wel heel apart op dat vlak. Hè. Zoren dan van er is een aanslag gebeurd en dan komen de mensen van het hotel van oh, you are with Brussels Airport. Straff, en... hè? Ja, ja, ongelooflijk. Ja. Ja, ja, ja. Ik heb dezelfde dag, denk ik, gevlogen van Deurne naar Londen. Mm -hmm. En ik was geland in Londen en iemand op de bus dat we aan wegrijden zijn, van het vliegen, want ik moest zo de cast van Batman vs Superman gaan interviewen in een hotel in, in Londen. En ik ben uh, dus op de bus van de luchthaven eh, aan het wegrijden. En eerst zegt een gast naast mij: zeg, heb je hebt al gehoord wat dat er gebeurd is. En die laat dat zien. En dat was zo: gewoon eh, een aanslag. En eh, je, je zet ja. ook helemaal van je melk: van holy shit, is dat net gebeurd. Ja. En ik kom aan om dat hotel voor die kaas te interviewen. En iedereen daar wist daar al van, uiteraard. Maar die wisten ook: die zagen bij mij staan: eh, journalist from Belgium. Mm -hmm. Dus dat was direct. Ja, we hebben hier al een kamer voor u gereserveerd. Voor in het geval ja. dat je niet teruggeraakt. En uh, iedereen dat ik moest interviewen, ook al die Amerikanen: Are you okay? Is your family alright? Zo so ineens werd, werd alles zo. Ik kreeg ook veel meer gedaan, ineens. Gewoon puur ja, omwille van het feit dat ze daar zoveel mee in zaten. Ja. Dus, dus voelt dan wel. Dat leeft wel heel hard bij mensen. En zeker bij Amerikanen. Ah, ongelooflijk. Ja. Amerikanen echt alleen op het moment dat er iets fout loopt, die aan de ene kant hebben die. Zo weinig individuele zelfzekerheid. Hè. Uh, ze, zijn, ze voelen eigenlijk maar comfortabel als er een vliegdijp dicht genoeg ligt. Hè. Dan, ja. dan durven ze er op reis komen gaan. Maar, maar aan de andere kant, als ze samen zijn, die hebben echt wel een heel samen samenhorigheidsgevoel, denk ik, dat veel groter is dan dat van ons. Hè. Ja. En, en er is ook veel meer empathie, denk ik, als er iets fout loopt. Aan de ene kant zijn ze nogal brutaal soms, maar aan de andere kant, als het fout loopt, hebben ze wel veel empathie. De taxichauffeur, op, op, op het moment dat ik naar de luchthaven ging, uh, die zei ja. Uh, naar Amsterdam, je weet toch dat er een aanslag geweest is in Brussel. zeg: moet je het mij niet vertellen, ik ben daar twintig jaar woordvoerder. Dus meen meende niet. Dus ik, ja, ik, ja. Ik, ik babbel een beetje met die mensen. Ik kom toe aan de luchthaven en zeg: No, no, it's for freaks. Nee, dat gaan we nu niet doen. Maar alleen ja, ja. dat toont maar hoe, hoe dat die daar echt mee, ja. mee behaald zijn. He? Ja. Je wordt er dan twee jaar weg, je ja. krijgt aan nieuws. Ja, ja. um, word er wordt altijd gezegd: De luchthaven is een familie of zo. Kondig jij bij mij niet van spreken al zeggen. Toen je hoorde dat gehoord, het is daar gebeurd in in vertrekhal, ik weet het niet meer van buiten, mm -hmm. dan zegt ja dat zijn die mensen. Kon jij direct al bijna zeggen, die mensen zaten in gevaar, die zaten in gevaar. Nee, zou... Zo kun je dat niet zeggen, want uh, um, zelf al kun je één specifieke plaats op een vierkante meter na zeggen op de luchthaven, daar is niet iemand die een eigen plaats heeft. Uh, bijvoorbeeld al die check-in mensen. Uh, op dit moment wordt een check-in gebruikt voor een vlucht van Alitalia. Binnen een uur aan dezelfde check-in zit, aan een vlucht van. weet ik veel, van. van. BTG wijs bij wijze van spreken. Mm -hmm. um, dus er is niet zoiets als mensen met een eigen plaats. De winkels hebben natuurlijk een vaste plaats. Maar al wat daar echt op operaties is, ja, dat is zeer flexibel. Hè. Dat is het succes van een groot luchthaven, die flexibiliteit. Hè. Hoe meer dat je dingen flexibel kunt gebruiken. Dezelfde computer wordt gebruikt voor. De, voor de check-in van elke denkbare luchtvaartmaatschappij die je daar hebt uh, en staat rechtstreeks in verbinding met het, het hoofdkwartier van de luchtvaartmaatschappij of dat dan nu in Dallas is of dat is in Londen of dat is in Singapore dat zijn allemaal dezelfde systemen en dat is, dat is op vlak van ICT een, een, een kunstgreep om dat allemaal op een veilige manier te laten gebeuren natuurlijk hè. want uh, de informatie die erin zit um, dan mocht je alleen maar uithalen wat je zelf nodig hebt op een need-to-know basis. Hè? Want in diezelfde, in diezelfde database zit alle informatie over alle passagiers en welke maaltijden dat ze hebben en hun bagage. Dat zit allemaal in hetzelfde. Hmm. Maar alleen de mensen die bezig zijn met bagage kunnen er een stukje van bagage uithalen. Alleen degenen die bezig zijn met maaltijden kunnen dat stukje catering daar uithalen. Dus dat zit wel, alleen, dat, is, dat is heel complex. Hè? Maar zeer flexibel, dat is, dat is de bedoeling van, van al wat dan met luchtvaart te maken heeft. Is, is dat wekte, geen he. grote angst als dat allemaal zo, zo ge geconnecteerd is, uiteraard? Omdat die informatie he, moet kunnen mm -hmm. gedeeld worden met iedereen. Dat, dat er, ja, cyberterrorisme, hackers en dat Dat's, soort dingen, wat er daar allemaal mee kan gebeuren. Dat is niet alleen in de luchtvaart zo, dat is, nee. in elke industrie is dat uh, mm -hmm. een, een zeer reëel risico, en dat gebeurt ook, en veel meer dan dat we zien op nieuws. Heel veel, want als er zo'n dingen gebeuren, dan gaan de meeste bedrijven dat niet vertellen. Er zijn er ook heel veel die gewoon los geld betalen, en dat stilhouden, en zelfs niet de politie bellen, dus we weten het niet allemaal, mm. uh, maar het het is nogal evident dat alles wat te maken heeft met, 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 met dat soort risico's zeer goed ingedekt is in luchtvaart. Ja. Dat spreekt voor zich. Hé. Ook omdat security... Om de, niet al, het gaat niet alleen over security, het gaat ook over safety. Ja. Uh, vliegtuigen werken ook met computers. Uh, zou die in theorie kunnen hacken van op afstand. Dat is het allemaal? We hebben zo'n film ja, hebt, zo zo al, al gezien. De tweede Die Hard eh? of zo, dat ja. ze letterlijk... Ik zal dat maar exact. zeggen. De, de grond dat ze zeggen dat die een eigenlijk eh, nog 200 ja. meter ver is, maar die is er al. Ja. Dus dat je een vliegtuig letterlijk kunt laten crashen, hè, als je dat soort dingen doet. In theorie zijn dat soort dingen mogelijk. In echt ja. zijn ze... Is nog niet gebeurd, nee. um, maar er zijn ook extreme veiligheidsmaatregelen rondom al wat te maken heeft met computers en luchtvaart. Hè, ja. Ik wil nog even uh, terug Tarantino naar uh, het begin van ons gesprek, maar toen dat jij bezig was over je zat met Vincent van Quickenborn ja. aan de tafel. Ja. Je krijgt eigenlijk binnen, Plus. er zit in een vliegtuig, is er ingeknald. Uh, ja. Ik wil we het vervolg horen. Ja. Vervolgens <laughs> zeiden we, ja, we gaan een bezoekje brengen aan de bouw van Pier A. Je kent Pier A, dat is de, de pier ja. waar dan nu hè, uh, de, die, die pier daar zo in het midden ligt, de nieuwste mm -hmm. van, van de luchthaven. Ja. Uh, die was toen nog volop in aanbouw, stond nog in de ruwbouw, in de beton, er zat nog geen glas in of niks, maar. Mensen was daar en we zeiden: we gaan kijken naar pier A. Dus wij in ons lotteken naar de pier A en we zijn daar in de Rubouw. En ondertussen komt er een telefoontje en zeggen Ja, er is een tweede vliegtuig in de World Trade gevlogen. En zei, Oh man, die is echt niet normaal. Hè? En dan, dan zei ik: Ja, ik kom naar het crisiscentrum mee. want... Tot, tot op dat moment dat we zoiets van: er is een ongeluk gebeurd in Amerika met, met een, een, een lijnvliegtuig. Het is niet omdat er in Amerika een, een accident gebeurt dat hier crisis is. Hè. Mm. Uh, we hebben gisteren gezien opnieuw dat daar in Denver een vliegtuig is. Dat uh, ene motor niet alleen uitgevallen, maar ook in brand en stukken naar beneden gevallen enzovoort. Dat is allemaal goed afgelopen. Mm. Um, en dat loopt altijd goed af bijna zo'n dingen. Maar dat is geen crisis hier. Hè. Nee. Dus die eerste die American die in de World Trade vliegt, dat is niet per se een crisis voor Brussel. Tenzij dat die een uit Brussel zou vertrokken zijn. Ja, dat is ja. een ander verhaal, maar ja. dat was niet. Ja. Enfin, dat, mm -hmm. dat, dat kon ook niet, mm -hmm. want dan zou die uren niet geklopt. En dan natuurlijk, het eerste dat iedereen zich afvraagt, kan dat een onzin zijn? Nee, het is niet een onzin. Dan is het oké, okay, ja. zo, zo denk je dan natuurlijk. <laughs> um, maar dan direct daarna was er, was er die, 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 die van United die tegen de World Trade vloog. En dan zei u ja, sorry, ik, ik moet u moet u wel alleen laten mensen. Sorry, maar ik moet naar het crisiscentrum. Mag ik niet mee? Ik zeg, nee, dat, dat kunnen we niet doen. Uh, allee, dat kan, kan daar niet met bezoekers binnenkomen, zelf al zitten, parlementair, dus dat ging niet. En op het moment dat ik binnenkwam in het crisiscentrum, dat is wel interessant. Dat crisiscentrum we hadden een oud crisiscentrum en er was een nieuwe aanbouw. En dat nieuw ging een aanbouw gaan. Um, niet de negende, maar de tiende. Sorry, 9-11 was de 11e van de 11e elf, september. september. De 12e ja. september moest ons nieuw crisis officieel ingehuld worden. Maar dat was al klaar. Okay. Ja. Dus die heeft eigenlijk, <laughs> voordat hem officieel ingehuldigd was, zijn ja. we die, die mogen gebru ja, 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 ja. gebruiken. Okay. En dat was zo met een projector, dat was in het vorige niet. Dat waren toen nog gewoon tv schermen Dat was zo'n projector. Wall to wall. Echt mm. heel die muur, 5 meter breed of 6 meter breed, tot aan het plafond beeld. En ik kom daar binnen, en juist op het moment dat ik binnenkom, stort die eerste toren in. Ja. Dat was echt Dat was live footage live, op dat moment, hè? Live ja, 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 ja. kom ik daar binnen, en een muur groot. Ik wist totaal van niks, want ik kom van buiten naar binnen, en dan zie ik de world trade, dezelfde World Trade, wat ik een paar maanden eerder nog bovenop gestaan had. Ja. He, dat echt, dat is... Allee, je kunt je niet voorstellen wat dat er dan door u gaat, hè? Ja. En op dat moment waren we nog volop bezig, van ja... Allee, er zijn op dit moment is er, weten we, van acht vliegtuigen die gekaapten. Ja, dat ging allemaal rond zo, hè. Dat ja. bleek achteraf niet te kloppen, er waren er dan maar vier. Ja. Maar, maar uh, dan waren ze bezig in Amerika met alle vliegtuigen die in de lucht waren, te checken van, uh, hoe, hoe zit het, uh, zijn die veilig? En er waren zogezegd acht vliegtuigen gekaapten. Ja, wij hadden zo het gevoel van, de derde wereldoorlog is ja, begonnen, ja, 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 ja. Dat was echt het gevoel dat wij hadden, hè. Mm -hmm. Van, hier is veel meer aan de hand dan een terroristische aanslag. Dit is gewoon... Ik weet niet wat, de jihad is begonnen of ja, zoiets. Ja, ja. Ja, we, we hadden geen idee wat er aan de hand was, maar het was wel heel, heel erg. Dat hadden we wel door, allemaal. Ja. En, en, en dan, dat was nog de tijd van Sabena, ja, de laatste maanden letterlijk van Sabena, ook daardoor natuurlijk. Er was duidelijk een oorzakelijk verband, um, of toch een oorzakelijk verband dat op dat moment failliet te gaan, dus waarschijnlijk misschien anders ook wel gebeurd. Zijn. Um, en dan zaten we met de mensen van Sabena en die waren ook aan het checken. Al de vluchten die vanuit Brussel vertrokken waren, transatlantisch. Wat is de status daarvan? En hebben we contact mm -hmm. met de bemanning? En dat waren ook twee vluchten waar dat ze geen contact kregen met de bemanning. Dat was even van: oei, die zijn of die van Amerika op weg waren naar Brussel. Onderweg waren dat was van: oei, er zijn twee van onze vliegtuigen ook gekaapt. Heel even en dat was ja. ook. En of ze hadden een signaal gekregen van Lloyds in Londen uh, met dat soort berichten. Van er, zijn, er is sprake van, enfin, dat, dus dan namelijk rap gecheckt en, en, en gerustgesteld van er is niks aan de hand. Maar heel even hadden we zelfs het gevoel van, ja, het zal hier zelfs ook beginnen. En dan begonnen te tellen, hè. we hebben hier de NATO, we hebben ja. hier de uh, Europese Unie... Uh Man, 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 wat is hier allemaal aan de hand? Hè? Ja, Brussel was even, uh, ja, dan het ja, dat nitte wel door, dat je in Europese hoofdstad staat. Ja, 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 ja dan weet het wel ineens. Dat ja. Ja, ja. was wel een spannende momenten. Dan, en dan natuurlijk, het ergste van allemaal is die passagiers, die, die zijn onderweg van Brussel naar Amerika. Er waren elke dag denk ik een vlucht of acht op dat moment, denk ik, hadden wij tussen, tussen Brussel en Amerika in, in, in 2000. Um, en al die vluchten waren onderweg, Zo, sommige al een uur, sommige al vier uur aan het vliegen. En dan ineens komt dat nieuws en dan zegt Amerika, we sluiten ons luchtruim, sorry, pech. En waar moeten we dan naartoe? Ja, Canada of terugkeren. Nee, ja. Dus al wie dan nog niet aan de point of no return was, die keerden terug naar Brussel. En wie dan voorbij de point of no return, eh, dat is hetgene wat de brandstofgewijs ja, 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 ja. niet meer terugraakt, ja, die moesten dan maar doorvliegen naar Canada. En die zijn dan geland in, in Halifax en in Gander en zo ja. die, van die luchthavens. Um, die dan... Kei vol stonden. Er stonden vliegtuigen echt neus tegen, tegen poep geparkeerd op de runway. Het stond vol. Uh, tien ja. of twintig keer zoveel vliegtuigen als dat dan normaal moeten staan. Gewoon omdat ja, ze moesten nergens kunnen landen. Dat was heel, spectacul heel spectaculair. We moeten bij gelegenheid maar een keer proberen foto's van te vinden op Google. Dat is echt ja. wel de moeite. En dan hadden we... Um, passagiers die terugkwamen, die wisten van niks, hè. die kregen aan boord het verhaal van uh, ladies and gentlemen, uh, we hebben geen goed nieuws, uh, we zullen verplicht zijn om deze vlucht te onderbreken en we keren terug naar Brussel, uh, er is geen reden tot ongerustheid, uh, er is niks uh, aan de hand met vliegtuigen enzovoort. Die komen toe in Brussel, maar die komen uit het vliegtuig en overal in de luchthaven, overal waar dat een tv hangt, dus we zeggen in alle restaurants en cafés op luchthaven waar tv, gingen ja. uh, er 500 man rond die tv geplakt om te zien wat er aan het gebeuren was. Ja. Dus die passagiers die kwamen van boord, die wisten nog van niks ja. en die zagen daar juist diezelfde beelden van de World Trade, die instort. Dat, dat was emotie, die konden in blokjes snijden om op dat moment op luchthaven te En, en hoe vermijden dan, hoe vermijde dan uh, op dat moment, want ik kan me ook voorstellen, als je uh, in crisis gaat. Dat je ook moet vermijden dat er een gigantische paniek ontstaat op zo'n luchthaven. Die was er ook wel. Bij ja. ons was er geen paniek, maar bij de nee. Amerikanen was er wel ja, paniek. Ja. Want ja. iedereen die in New York woont, die kent wel iemand die werkt in de World Trade of daar in de buurt en die denkt van, is die erbij? Is die er niet bij? Ja. Um, en dan eigenlijk uh, tamelijk rap ook, Ja, want dat waren ook passagiers die moesten terugkeren, dan krijg je de menselijke kant van het verhaal. Hein? Niet iedereen heeft zoveel geld in zijn zakken om te zeggen van, oh, is geen probleem, dan kijk ik er wel even in een andere hotel voor een paar dagen. Dan komt ja. dan wel goed. Mensen die dat gewoon niet hebben, en dan is er tamelijk rap op de luchthaven ook een, een ja, ik weet niet meer hoe we dat georganiseerd hadden, maar toch veel toch een oproep zo van iedereen van personeel die wil een passagier in huis nemen. Laat het maar weten. Ah, en dan, dan ja, verdelen we dat wel. Dus er waren heel veel collega's in de luchthaven die, die gewoon Amerikaanse passagiers in huis gepakt hebben een aantal dagen, totdat, totdat ze weer mochten vliegen en terug naar huis konden. Ja. Ja. Want, Lucht, luchthaven is, is en, en, en dat vind ik wel het super toffe eraan en dat zie je als, als buitenstaander niet want, want uh, Andries zegt heel terecht heel veel mensen voelen zich niet comfortabel op een luchthaven en dat is spijtig genoeg ook zo mm. er komt heel veel stress bij kijken ook mm -hmm. ja, als je gaat vliegen, iedereen heeft nog altijd schrik van wat dat omhoog gaat moet naar beneden en er zijn spijtig genoeg in het verleden al een aantal dingen gebeurd in luchtvaart en dat, maar statistisch gezien uh, is het veel gevaarlijker van te voet uh, de straat over te steken, hier nu, mm -hmm. dan het vliegtuig te pakken en drie keer in de wereld rond te vliegen. Hè. En nogthans, mm -hmm. daar twijfelen we niet over, dat doen we. We stappen in onze noten, dat doen we. Ja, dat komt natuurlijk mm -hmm. ook wel. Allez, ik hoor dat ook altijd en ik geloof dat ook wel, maar er zijn meer dingen die u kunnen overkomen. Je kunt aangreven, je kunt dat overleven, je kunt gehandicapten. Nee, maar met een fout. vliegtuig gaat er iets fout, fout op en dat ja. valt er beneden. Dat is niet toch, waar. Echt niet? Nee, nee. Echt, niet. echt niet. Van de. Van, van de, de ik spreek over, over burgerluchtvaart niet die kleine vliegertjes, dat is, dat is een ander verhaal. Hè. Maar in burgerluchtvaart, van alle ongelukken die gebeuren, ik ken de cijfers niet meer van buiten, maar het komt er ongeveer op neer: de helft van de passagiers die wandelen daar nog van weg. Hè. Het is niet zo dat alle vliegtuigongelukken dat dat fataal afloopt. Als ze natuurlijk ontploft, oog in de lucht, omdat er een bom aan boord is, ja, dat komt niet goed. Hè. Maar de meeste luchtvaartongelukken, en dan ook toevallig van de week, was ik, was ik even aan het tweeten, ik kon het niet laten. Ik, ik zie elke dag het aantal, het aantal doden op uh, COVID. Hè. Mm -hmm. um, en dan ineens hadden we een, een incident. Wat is er nu weer een, een vliegtuigongeluk gebeurd in de voorbije weken? Um, was het niet in, in Indonesië. Mm. Er is een, een aantal weken geleden is er een, een vliegtuigongeluk gebeurd met een, een, denk 70 slachtoffers of zo. Mm -hmm. En dan denk ik ja, wij elke dag zoveel dooien, enkel en alleen al in ons land. Hè. Ja. Ik zeg niet dat we daar niet bij stilstaan, hè, want nieuws gaat over niet anders dan over COVID. Ja. Maar, maar als er iets gebeurt in luchtvaart, ja. dat spreekt onmiddellijk ongelooflijk tot de verbeelding. En dat was ik even, even aan het opzoeken. Ja. Uh, elke, dag, elke dag in de wereld. Vallen er, um, en nu zul ik het cijfer even kwijt, 400. Nee, elke dag in de wereld vallen er 40 747's naar beneden, met elk 350 passagiers boor, aan boord. Covid-wijs. Ja, ja. Om u maar niet elke dag, hè, ja. hè, maar als er ook, ook maar een keer ene zou naar beneden vallen in Techt. Ja, dan is dat echt wel headline news hè. Dan ja. is dat het, het ding van het jaar. En dan heb ik even gekeken, dacht 350 passagiers, hoe lang zou het geleden zijn? Dat we nog een keer een crash hadden met 350 passagiers. 1985. Hm. 1985 hè. Ja. Dus nu 2021. 20, ja. Dus om u toch maar even te tonen, wij hebben zo een beetje onderliggend het gevoel van dat kan elk moment gebeuren, maar op dit, op, ik weet niet op dit moment, omdat door COVID wordt er minder gevlogen. Maar normaal weten op elk moment zijn er 2 miljoen mensen daarboven in de lucht ergens in de wereld. Elk moment van de dag, 24 uur of 24, zijn er 2 miljoen mensen daarboven in een vliegtuig. En die komen allemaal veilig thuis. Hè. Het laatste echt grote ongeluk met een passagiersvliegtuig. Uh, dat zijn, ja, nu heel recente een geweest, en dan ervoor waren die twee... Uh, die, met Boeing, die, die Boeing, die, die, die Dreamliners. Uh, die, nee, nee, ja. nee uh, 737 Max. Ah, uh, ah ja, die, ja, sorry. die Max. En dat nieuwe nieuw toestel, ja. En dan het, 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 het echt groot ongeluk met 350 man, dat is al 1985 geleden. Een dus, ding was ook nog pijnlijke door hey? Oekraïne met de Nederlanders, dat was... Uh... Ja, met Malaysia hè. Dat zijn de twee laatste grote ongelukken, ja. met white bodies noemt het dan. Een white mm -hmm. body is een vliegtuig met twee mee te hangen. Hè. Ah, ja. dat, is, dat is het onderscheid tussen narrow en wide body, dus de echte grote, die intercontinental begin, waren. Alle twee met Malaysia, alle twee in hetzelfde jaar. Hè. Uh, ene is neergeschoten boven uh, Oekraïne, hè. Ja. en de andere is. is nog altijd Missing in action. Hè. Die is vertrokken. Deel dat verhaal van niemand weet wat dat hij gebleven is. Hè. Die is vertrokken in, in noordelijke richting. Ze hebben hem dan gezien op de radar in, in, in de buurt van Thailand. En dan ja, ze zijn hem kwijtgeraakt en niemand weet wat er met dat vliegtuig gebeurd is. Ze hebben er achteraf brokstukken teruggevonden tot in de kusten van Afrika. Ah ja, dat was een lost moment. Ja, 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 dat was ja, ja. echt lost ja. gewoon. Hè. Ja. En ja. we weten vandaag nog altijd niet wat er gebeurd is, want zolang dat je het vliegtuig niet vindt, vinden de zwarte doos niet en dan weet het eigenlijk niet. Hè. Ja. Uh, dus dat is nog altijd een mysterie. Uh, heel, heel sterke dus wel, dus wel aanwijzingen. Het is wel dat dat in deze tijden nog kan gebeuren. Iets dat volledig kan verdwijnen en niemand maar weet. Maar we zijn juist... ook Als je inside iemand hebt die ermee bezig is, dan kan alles gebeuren. Hè? Dat is hetgeen dat ik daarnet al zei. En dat is hier juist hetzelfde. Hè? Achteraf mm -hmm. bij het onderzoek bleek dat een van die piloten toch wel uh, zelf zo'n simulaties gedaan had thuis op zijn... Uh, had hem zo ook een vliegspel op zijn computer en had daar zitten spelen de simulator en dat was zo dingen zitten simuleren zo. dus het is duidelijk dat de figuur van de piloot hier een rol speelt in wat er gebeurd is, welke rol dat is niet duidelijk, waren er ook die dachten van het vliegtuig is gestolen, het zal er veilig aan de grond en het zal daarna gebruikt worden voor aanslagen, al 9-11, van alle soorten de wildste theorieën eigenlijk ook stof voor een hele spannende trilogie maar maar we weten het niet. Vandaag weten we het nog altijd niet. Het ligt ergens in de zee waarschijnlijk. Hmm. Uh, maar wat dat er in die mensen omgegaan is, dat weten we niet. Dus, uh, je hebt dat dan heel lang gedaan, op je 55. heb je een boek uitgebracht. Je hebt beginnen schrijven. Ik vraag me af, want he, dat, dat is wat ook redelijk indrukwekkend is: om bling-bling. Dat is een, een debuutroman. Um, dat is direct al 500 in bladzijden. Ja. En jij <laughs> vertelde er straks dat het er 700 waren in ja, het begin. 750, ja. Dus, dus dat, is, dat is al waanzin om al mee te beginnen. Jij is ook iemand die daar niet uh, een roman schrijft over drie personages. Maar dat zijn er echt een hele hoop. Het speelt zich ook over heel de wereld af. Ja. Dus het is, het is, is bijna. Um, terwijl, als ik het zo omschrijf voor de mensen die luisteren en kijken. Dat leest waanzinnig vlot. Hè? Mm -hmm. Dus je hebt de hele tijd het gevoel, wow, en je krijgt heel dat ding, maar je krijgt eigenlijk bijna qua locaties en qua exotische toestanden bananen James Bond film. Hè? Het, is, het is waanzin hoe wijd dat dat overal gaat, van de meest herkenbare plek, hè? een pita-zaak op, op het zuid, tot de meest exotische plaats ja. dat je kunt inbeelden. Ik vraag me af, als je om die boek begon, um, hoe dat iemand gelijk Gelijk, jij schrijft, plande jij dat eigenlijk helemaal uit. Jawel. Of voorzien jij soms <coughs> dingen terwijl je gaan schrijven. Zeg. Ik was om te beginnen niet van plan om een boek te schrijven. Ik heb ineens vastgesteld dat ik dat aan toen was. En ik heb nooit, Ik hans mijn leven al gezegd... Zon ik zou een boek schrijven. Want als ik boeken lees, dan denk ik. Of dacht ik altijd van, eigenlijk zou ik dat toch ook moeten kunnen. Maar ja, ik heb daar niet voor geleerd. Ik weet eigenlijk niet, allee, ik kan wel schrijven. Ja, als je in je leven in communicatie zit, dan kunnen je meestal wel schrijven. Ik kan ook schrijven. Mm -hmm. Dat is geen geheim. Maar tussen kunnen schrijven en een boek schrijven, voor mij stond daar een muur tussen. En ik had zoiets van, ja, dat heb ik niet geleerd. En dat, allee, ik ben daar niet voor naar school geweest om boeken te schrijven. Spijtig, want ik zou het graag doen, maar ik kan het niet. Mm -hmm. En dan ineens, ik weet niet wat dat er die klik gegeven heeft, maar ik had, ik had wat tijd en ineens was ik dat dan toen, ja. Um, en, en om te beginnen zo van, ik ga mij amuseren, ik ga een keer een paar pagina's schrijven en dan komt daar een verhaal. Want eigenlijk had ik een, een, een verhaal, het verhaal dat ik in mijn hoofd had, was een, een verhaal over hoe kan ik een, een echte aanslag plegen op de luchthaven in Zaventem en daar diamanten pakken. Uh -huh. Hoe zou ik dat kunnen doen en daarmee wegraken? Ik had dat zo min of meer voor mijn eigen zwaar en dat is bling bling 2 dan daarna. Hè. Uh -huh. um, en ik wou dat beginnen schrijven, maar ik dacht eerst van wacht, voordat we eraan beginnen, als ik zoiets doe en overal op de luchthaven, uh, ik kan dat niet alleen. Ik moet me daarvoor inbrengen met mensen die verstand hebben van een aantal dingen. Ik zal achteraf moeten wegraken, dus ik zal vast valse papieren moeten Ik heb een expert nodig die kan valse papieren maken. Waar vind ik die? Ik heb iemand nodig die verstand heeft van, van wapens uh, en, en, en van echte of, of valse wapens, whatever, maar die toch daar kan in helpen. Ik heb iemand die, die, die moet weten, die, die met dottels goed overweg kan, waar we moeten vluchten. Ik zal iemand moeten hebben om een heler die, die diamanten moet kunnen, dat ik ze kan aan verkopen achteraf. Uh, ik heb van alles soorten competenties nodig en ik moet mij hier organiseren. Hoe leer ik die mensen kennen? Dus ik dacht voordat ik aan mijn verhaal vertel Even twee stappen achteruit, hoe hebben die mensen elkaar leren kennen? Mm. En dan ik, ah, maar misschien kunnen die al even een kleine overval gedaan hebben. Zo, weet iemand zijn diamanten afpakken gewoon. Hè? En dat, is, dat wordt dan bling ja. bling één. Ja. En, en voordat ik het wist, was ik eigenlijk een verhaal aan het schrijven. Gewoon van, van ja, twee mannen die, die een koerier met, met, met een valiesje met diamanten aanpakken. En, en dat verhaal... En Bling Bling duurt 20 bladzijden, hè, de, ja. de, de overval zelf. Hè. Na 20 bladzijden is het gebeurd. Hè. Ja. En, maar dan begint pas de miserie. Hè. Dat is eigenlijk, dat is eigenlijk ja. het, het leuke aan Bling Bling. Hè, want die ja. overval plegen, dat is allemaal wel te behappen. Hè. Als je een beetje ballen aan je lijf hebt en je zegt van ik ga ervoor en ik wil serieuze risico's pakken en, en voort ik doe het. Dan denk ik dat dat wel lukt, maar het is daarna. Hè. Mm -hmm. En dan, dan zien we in Bling Bling niet alleen... Uh, dat de gevolgen heeft voor degenen die een de overval plegen en voor wie dat de slachtoffers waren. Maar het plezantere is dan dan, mensen die van haar of van pluimen niks mee te maken hebben, ook meegesleurd worden in heel dat verhaal. Ja. En, 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 en er komen zelfs doden van aan alle kanten. Hè. Want dat is, ja, dat is het, inderdaad het zotte: die overval zelf is volledig uh, bijna geweldloos eigenlijk. Ja. Alleen dat heeft uh, geen enkel dodelijk slachtoffer. Dus op zich is dat gewoon... Een, eh, bij wijze van spreken, er worden wat diamanten gestolen, de verzekering dekt dat wel, Poh, ça va. Ja. Maar dan <tus> duimt dat uit naar een hele hoop bloederigheid. Dan begint de miserie. Waar ja. dat wordt, en waar inderdaad vooral mensen bij betrokken worden. Eh, de, die, die vriendin van die Sergei, die er helemaal niks mee te maken heeft. Eh? Dus je krijgt zo enorm veel collateral damage ja. Als je in dat wereldje zit. Want wat gebeurt er? Ze hebben de diamanten gestolen, niet gewoon van een diamantair, maar nu blijkt die diamantair toevallig een witwasoperatie te zijn van de Georgische maffia hier in mm -hmm. Antwerpen. Ja. Dat is niet helemaal van de pot gerukt. De Georgische maffia is voor een stuk ook wel geïnfiltreerd in Antwerpse diamantgebeuren. Mm -hmm. er, zijn, er zijn serieuze onderzoeken naar geweest. Er zijn ook... ook, ook, ook Serieuze werken, non-fictie, uh, van de universiteit, die een studie gemaakt hebben naar de kwetsbaarheid van de diamantsector voor uh, criminaliteit en dat soort dingen. Dus ik heb mij op dat moment wel even ook ingelezen, want ik mm -hmm. dacht: kun je geen domme dingen doen. Ja. Uh, en daar is ook wel wat van. Er is wel wat met Georgische maffia en, en diamant in Antwerpen. En Dat is allemaal heel streng gecontroleerd en gereguleerd, maar. Diamanten gaan over verschrikkelijk veel geld. Hè. En waar dat geld is, zijn opportuniteiten. Hè. En, en diamant wordt gemakkelijk gebruikt ook om, om zwart geldcircuits wit te wassen en noem maar op. Dus het, het gaat over veel meer dan een schone ring aan uw vinger. Hè. Uh, ja. dat, is, dat is wel iets dat in beide boeken terugkomt eigenlijk. Want ook in uh, Boom Boom, gauw je eigenlijk ook over een overval. Daar gaan het dan over de granaten. Is dat iets. Uh, ik had zo precies een theorie dat. Dat een schrijver vaak ook dingen schrijft die hem zichzelf zou zien doen of niet zou zien ja. doen. Ik zie daar wel een soort. Is er een soort verlangen bij u? Of een beetje die. Ik vind je dat fascinerend. De gewone man die in een, in een criminaliteit terechtkomt en ja. dat je psychologisch daarmee omgaat. Want dat is wat duidelijk komt. Hè? Eigenlijk, het stelen van een diamant is niet zo moeilijk. Het is uw mannetje staan en. Ja. De, de mind of a criminal hebben. Ja. En dan loopt het fout. Ja. Want dat komt in dat andere boek eigenlijk ook terug. Hè? Ja. ja, inderdaad. Ja, dus is het is, is is, opgemerkt? Ja, ja. Zie je dat je zelf, is dat, is dat je mijn zelf vrouw, denkt? van mijn vrouw, Hoe zou ik het doen? Mijn vrouw zegt altijd, you're a criminal mind. Hè? Maar ik heb niet de ballen om het echt te doen. Hè? Gelukkig. Hè? Um, maar ik, ik zie wel altijd opportuniteiten. Um, ik kan daar niet aan doen, maar ik heb wel een beetje een criminele geest. Zo. <laughs> ik kan het niet doen. Hè? Uh, ik heb ook niet zijn mij dat hoesting heeft om het te doen zelfs. Maar ik zie het wel, um, en en dat helpt wel als je als je auteur bent. En en wat dat wat, wat ik zelf graag lees van boeken, ja, wat schrijft, hetgeen dat je zelf graag leest natuurlijk. En wat ik zelf graag lees, dat is de simpele man die in dat soort dingen terechtkomt. Een James Bond, die heeft een opleiding gehad, die kan al de trukken van de voor, die, die heeft alle soorten gadgets en zo. Maar als ik daar ineens in gesleurd word en ik weet van toe te nog blazen en ineens een boom, boom is dan, dan het verhaal van granaten, die, die kan misschien even kort vertellen wat, wat dat boom, boom is. Mm -hmm. uh, we zien. We zien als het gaat over, over aanslagen en overvallen, zien we rond ons elke dag van alles gebeuren. Hè. Uh, bermbommen en scherfbommen. En er wordt van alles geknutseld en gefrutseld en, en met, met zeer dodelijke afloop. Maar wat je eigenlijk buiten nu recent in Antwerpen, wat je eigenlijk nooit ziet of zag, was een aanslag met handgranaten. Um, op het moment dat ik boom boom schreef, was hier nog geen één granaat ontploft in Antwerpen. Hè. Hmm. En ik heb een legerdienst gehad in een munitiecompagnie in Duitsland, hè, 261 Mün en Ludenscheid, daar had het boek over voor een stukje. Um, en dan heb ik zoiets, dat is perfect geschikt om de een aanslag mee te plegen. Daar zijn er miljoenen en miljoenen en miljoenen van in de wereld, hè, zeker in conflictgebieden in het Midden-Oosten, in de Balkan enzovoort. Hier hadden we geen, geen antronaten aan geraakt. En ik heb gezien hoe dat die in het leger behandeld worden, hoe dat die bewaakt worden. Dat zal niet gebeuren. Hè. Dus ik had zoiets van: ja, waarom. Is dan nu dat al die aanslagen gebeuren met alle soorten komieke explosieven? en Een simpele handgranaat die komt precies niet aan de bak. Wat heeft die misdaan? En er zijn er nogthans genoeg mee. Hoe, hoe komt dat dat we die niet te pakken krijgen? Dat dacht ik ja, inderdaad. Ja. Dat is inderdaad heel goed beveiligd. Ja. In het Midden-Oosten weet ik niet, daar ben ik nog niet geweest in conflictgebieden. Ik kan me voorstellen dat hier en daar, waar dat er uh, oorlogssituaties geweest zijn, dat er wel een en ander terug te vinden is. Uh, maar dan dacht ik van. Vanuit mijn eigen ervaring in het leger had ik daar diamanten kunnen pakken, mm, als diamanten had ik daar granaten kunnen pakken en dacht ik ja, nee, maar misschien toch, <laughs> uh, misschien toch, want, want er zijn twee dingen hè, uh, je, kunt, je kunt granaten pikken in het leger, dat deden mijn miliciens ook, hè. geen granaten, maar die pikten soms kogels hè. Uh, um, je kunt wel iets pikken, maar je moet het kunnen pieken zonder dat het uitkomt. De boekhouding moet wel kloppen aan het einde van de rit. En die, die boekhouding kunnen je uh, proberen om een paar maanden te blazen. Maar vroeg of laat komt het uit en loopt het tegen de lamp. Hè. En van, vandaag, uh, ik weet niet hoe dat leger vandaag georganiseerd is in de bewaking en, en, en de controle op munitiedepots. Waarschijnlijk niet meer zoals het was 35 jaar geleden als ik daar rondliep. Hè. Uh, mm -hmm. Want wat hadden wij? Uh, ik, ik, had als, ik was officier. Ja, er, er bestond zoiets voor de mensen die, die jonger zijn. Uh, legerdienst in de tijd, dat er niet te kiezen. Hè. Als je een jongen waard, en er waren niet een aantal hele goede redenen om niet te moeten gaan. dan had het spek aan je benen. Dan zijn ze: je mocht vertrekken, uh, je mocht een jaar in het leger gaan dienen. Um, een van de dingen die je kon doen, je kon zeggen: van ja, ik zou in plaats van gewoon soldaat, zou ik graag onderofficier of officier worden. Dan moest je wel een beetje langer presteren, ja. maar dat stond wel tegenover dat je dan toch wel wat meer uitdaging had en, en wat, wat plezanter. Um, en ik had altijd, dus, zo'n leger, weet wat, de korte pijn. Acht maanden in Duitsland, huppakee, gedaan ermee. En dan kom ik een collega tegen aan de universiteit, die ik zat toen in mijn laatste jaar aan de UNIF. En kom ik iemand tegen die een paar jaar ouder was, die ik heel goed kende, die ik daar leren kennen die zei van, oh, ik heb een fantastische legerdienst, maar ik zei, dat bestaat niet. Fantastische <laughs> legerdienst, moet je niet in dezelfde zin gebruiken. Nee, ik kende ik heb van, waanzinnig, want dat heb ik meegemaakt en dat was super tof. Ik zat in Duitsland in een munitiecompagnie, echt waar... Subliem, echt. En die beginnen over vertellen, ik dacht ja, dat klinkt eigenlijk wel tof. Maar zet hem, je moet wel KRO doen, kandidaat reserve onderofficier. Ja. Want anders zitten er gewoon miliciën dat is een stukelaar. En dan laten ze de vier hoeken van de kamer zien van de eerste dag tot de laatste dag. En dan zitten ze gefrustreerd tot en met. En dan is het een acht maanden van hun leven dat je kwijt zijn. Maakt er iets van, ik dacht ja, waarom niet? En well, ik heb daarvoor gekozen. En, en door, door omstandigheden kon ik. Terechtkomen, toevallig in de logistiek. En kwam ik terecht in, nu, in diezelfde eenheid. En ik heb echt waar, dat is het plezante jaar van mijn leven geweest. Zonder overdrijven. Mijn vrouw mm -hmm. hoort niet graag dat ik dat zeg. Hè, maar dat was echt. <laughs> Voorzak ik <was>, uw kinderen. <laughs> Top voor... tijden waren het. <laughs> Sorry, lieve kinderen. Maar ja, dat, dat was gewoon hilarisch. Dat was hilarisch. Ik kon, we kon zelfs nog wat over het leven vertellen. Want er is mm -hmm. heel veel over te vertellen. Maar, maar dan dacht ik: van. Ik, ik heb nu al die munitie post gezien hoe zouden we dat kunnen doen? En ik denk, als je zou zeggen, van ik wil daar een, een bakje granaten in het midden van een palet, uh, doe een palet helemaal, want het is gepaletiseerd, al die, al die mm -hmm. doosjes en in het midden, en, en al, aan al die bakjes zitten loodjes aan die je kunt controleren, maar als ik nu zo'n palet helemaal lopen doe, en in het midden maak ik er zo in een leeg, en ik doen, bouw die palet opnieuw op, en ik doe opnieuw loodjes eraan, en opnieuw gepaletiseerd met spanbanden enzovoort, enzovoort. vroeg of laat kunnen er twee dingen mee gebeuren met die granaten. Ofwel moeten ze gebruikt worden, en dan is het hier want tja, dat bakje hier is leeg. Ja. Ofwel moeten die granaten, granaten munitie is, is gelijk, uh, gelijk medicamenten, hè. die hebben een uiterste verbruikdatum. Uh, dat poeier dat erin zit, blijft niet... 100 jaar hoe? Op een bepaald moment begint de, de kracht daarvan te verminderen mm -hmm. en uh, er worden regelmatig inspecties en staalnames gedaan. En op een bepaald moment wordt er beslist: oké, okay, dat lot wordt afgevoerd hè, en vervangen door nieuwe. Ja. En dat is wat de munitiecompagnie deed. Hè. We waren klaar om uh, zoveel dagen. Wat, wat gebeurt er eigenlijk met die afgevoerde lots? Die worden gewoon ja. vernietigd. Hè, ja. Okay. Absoluut, ja. ja. Eh, dus op een bepaald moment, ofwel wordt de munitie gebruikt, ofwel wordt ze vernietigd. Dus in beide gevallen uh, loopt het tegen de lamp. Hè. Ja. maar ah, dat bakje hier is leeg, waar zit die naartoe? Hè? Maar dan neemt niet weg dat de kans is om ze te stelen. En dan dacht ik, oh, zou er nu geen mogelijkheden zijn om munitie te kunnen doen verdwijnen zonder dat het uitkomt? En dan heb ik een situatie bedacht, eigenlijk een beetje stommiteiten, van tijd. Ze zijn op weg met een camion vol munitie. leek ik in de tijd heel dikwijls in Duitsland over Dottostrades reed. Mm -hmm. uh, met met uh, een Ranger of een Roverke dat twintig jaar ouder was dan ikzelf. En uh, ik had zelfs nog een Minerva die, die van de jaren vijftig was. Ja. Um, reden over de Duitse autostrade met achter mij tien of twintig kamions volgeladen met munitie, hè, over de snelwegen in Duitsland, zonder dat de, de, de Duitsers die daar achter reden enig idee hadden dat we met munitie op stap waren enzovoort, behalve dan misschien omdat daar zo een, een embleem op hangt van achter maar dat kennen burgers dan toch niet ja. en af en toe wilde ja waren hè, dus die vielen af en toe wel een keer in pan, hé. dat was niet het nieuwste van het nieuwste en het beste van het beste. En wij hadden geen telefoons om te zeggen van, pak even mijn gsm en dat bestond nog niet. Nee. Dus wat we moesten we dan doen? Dan moest er iemand afrijden aan de volgende afrit, zoeken naar een café met een vaste telefoon en vandaan de eenheid bellen en zeggen van, ah, dat en dat is gebeurd, komt er intussen enzovoort. Dus mijn verhaal is eigenlijk, hé, er is een kamion die in pan valt, ze komen hem, ze komen hem depaneren, maar de, de depanagekamion is iets kleiner dan de eerste en ze krijgen er niet alles op. En dan zeggen ze: wel, smuit die maar van achter in mijn koffer, ik pak die wel mee. En allez, uiteindelijk ja. blijven, er, blijven er granaten tussen Kaai en Schip. En die trein is vertrokken om die munitie te, te vernietigen. En er zijn een aantal van die. Uh, van die militairen met een domme kop die, die niet weten opvinden vinden van ja, in plaats van dat dan aan te geven, hè, want ze hebben een fout gemaakt zelf, maar ze willen dat niet aangeven, denken ze: weet je wat, We gaan die verkopen. Hè. We gaan die verkopen. Hoe gaan we die verkopen? Ja, dan kunnen we nog een keer over nadenken. Dat, dat, dat doet het toch niet? Granaten verkopen. Allee, zelfs met mijn, mijn, mijn criminele geest heb ik zoiets van: Ja, er is een ding ah Kijk, ik zie het daar in beeld komen, ja. het, ongeveer zo, model zo gelijk van onder in het midden. Hè. Dat zijn ze. Ja, die klassieke jongens. Ja. Ja, de, de, de M270, was in de tijd van het Belgische leger. Ja. Um, uh, en. en ja, wie verkoopt dat aan, aan, aan conflictgebieden, hé? aan huurlingen die gaan, gaan vechten in Afrika. En in, in, in al die jaren die we meegemaakt hebben, dat was dat vroeger toch wel zo. In de jaren 80 eh, waren er wel een aantal van die, van die thai-rakkers die in Angola en, en, en wat is het allemaal, dingen deden die toch daglicht niet konden verdragen. Ja. Dus dan verkopen we dat daar maar aan. Als ze die van ons niet kopen, dan kopen ze het toch op een ander. Dus, allee, op. En ondertussen zijn wij er af. Zijn ze we zeker dat er geen kinderen mee spelen. En, 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 zijn we happy, niemand kan weten dat we die hadden. hebben, en uh, de boekhouding is gekookt, en het komt in orde. Maar dan begint natuurlijk de miserie, die, die granaten geraken in verkeerde handen, en dan begint eigenlijk het verhaal van boom, boom. Ja, de granaten, dat, was, dat is iets dat ik uh, al een paar keer heb gehoord, dat, is, dat was uh, iets bij een podcast van uh, Joe Rogan, denk ik, die zo'n marine, of zo'n uh, zo special ops guy, bij hem had zitten. En die altijd zenuwachtig werd van dingen in films over granaten, als het daarover gaat, dat ze die altijd laten zien, net zo gegooid worden en dan zie je zo'n ontploffing. En die je zegt, nee. ja, dat is geen vuur, hè? een granaat dat ontploft. Dat nee. doet poef! En dat zijn, ja. dat zijn allemaal scherven die alle Hele richtingen uitvliegen. Niksjes. Maar dat is niet wat, dat, wat dat je in films altijd ziet, dat ze met een granaat smijten en je ziet dan zo'n gigantische explosie en volk vliegt allemaal ja. in het rond. Je hebt verschillende soorten granaten, ja. als, als, zonder te technisch te worden. Hè? Als je hier kijkt naar het beeld, uh, dan zie je dus zo'n granaat helemaal in blokjes, zo precies in wafeltjes. De, de granaten van de Tweede Wereldoorlog waren zo, en die wafeltjes, dat, dat brak door het ontploffen, en die wafeltjes die gingen elk in hun eigen richting uit. Ja. Vandaag is een granaat samengesteld, dat zit van binnen een coil, moet maar een keer googlen, een grenade, ja. en coil, dat is zo een, een, een ja, eigenlijk een, een, een spiraal een die een, heel een, dik op elkaar, ja. maar die spiraal is in heel kleine stukjes ook weer ja. uh, gemaakt, zodanig op het moment dat, is dat, dat van die granaat ja, met inkepingen met ja, is, ja. zodanig als dat ontploft, zijn er duizenden van die millischule kleine stukjes die in alle richtingen gaan, ja. en er zijn er zijn filmpjes van te vinden op YouTube. Van echte granaten die ontploffen hebben wat dat, dat dan doet. Dat is niet tof. Het was, was eigenlijk, dat heb ik dan gehoord van een maat van mij dat vroeger een, een Paracomando was, die ook vertelde dat, dat het idee vaak achter zo'n dingen het was niet om iemand te doden, maar om iemand te verwonden. Hè? Ja, Want toe, als klopt. je tijdens een gevecht iemand verwondt, dan moeten twee man die je wegdragen, dus dan zitten er drie ja. man vanaf. Terwijl is... als je hem gewoon vermoordt, dan is het er maar één. Dus heel die psychologie, de rechter, vind ik ook echt wel gestoord. Als ja. je daar even over nadenkt. Dat is wel, hè, ja. het, is ja. een, het is een verschrikkelijk wapen. Hè, ja. mm -hmm. Ja, en, en het intrigeert me nog altijd hoe dat komt. En, en, en we hebben hier nu in Antwerpen, hoeveel zouden we er al gehouden hebben toch al vele tientallen, he, al de, al de voorbije twee jaar. Ja. He, uh, maar er is nog nooit iemand echt gekwetst geweest, laat staan, dood. En althans, dus he. dus ja. het is een verschrikkelijk dodelijk wapen. Verschrikkelijk wapen. En hoe, uh, hoe zijn die er dan aangeraakt, denk Heb je daar een idee over? Een flauw idee. Ik weet daar niks over. Ja, ik heb daar wel eens aan uh, meegemaakt. Ja, ik heb wel ik heb, ik heb de, ik heb, ik heb de indruk dat je tegenwoordig... Uh, Allee, als je de, dat je nou oh. alles kunt kunt alles kopen als je geld hebt kunt alles kopen als je een volle kind en geld hebt dan ja, ja. ja. dat ja. is zo ja man dat is ook een beetje het akelige van maar mm -hmm. maar er is één ding wat wat veel mensen niet goed door hebben ik op een bepaald moment een, een verhaaltje uit de luchtvaart op een bepaald moment um, Krijg ik een telefoontje van een, van een journalist van VTM? En die zegt van: uh, Meneer Van der Kruis, ik kan hem even vertellen. Hij uh, is het woordvoerder van de luchthaven. Hoe groot is het risico dat er iemand uh, bij jullie een bom aan boord brengt van een vliegtuig? Ik zeg, uh, um, eerst en vooral ik ga nooit spreken over security en over de manier dat we ons op organiseren ja. dus dat mogen we van mij nu ook niet verlangen ja maar het is juist de verjaardag van 9-11 dat was zo de vijfde verjaardag denk ik van 9-11 hmm. uh, en in, in functie daarvan zaten we ons eigenlijk af te vragen heeft dat nu veel veranderd in de sector nee. kijk, ik zal het u niet vertellen maar in principe is de luchtvaart, luchtvaart zo georganiseerd dat je geen bom aan boord krijgt van een vliegtuig ja, maar, en als je op de luchthaven zou werken ik zeg, dat maakt in zee geen verschil want als ik op de luchthaven werk, of ik werk er niet, ik word even streng gecontroleerd. Hè. Ik, ben, mm -hmm. ik heb daar 20 jaar gewerkt, ik ben 25.000 keren door die security geweest, ik ben 25.000 keren gecontroleerd geweest. Mm -hmm. Juist dat jij gecontroleerd wordt als je passagier zit, even grondig. Hè. Ja. Uh, altijd. Dat is basis, er, zijn, er is niemand die niet moet voldoen aan de reglementen. Ja. Zelfs een gewapende uh, security agent gaat dan toch door, enzovoort. Heel, heel strikt daarin. Dus ik doe dat verhaal. Ik zeg: van nee, het, uh, het, uh, het risico van daar. Ik ben weer met een draadkuit. Ik weet al niet <laughs> waar ik daarheen moet komen. Maar het risico dat er een bom oploft aan ja, ja. boord is eigenlijk ja. niet bestaand. Waar, waar was ik, waar, hoe kom ik er nu ineens bij? Die hadden u gebeld en het ging over uh, een ja, bom aan boord. Waar waren we toen? Ik weet er niet meer. Granaten, um, en dat je alles kunt kopen met ja, geld. Ja, je kunt alles kopen. Juist, juist, juist. Het brein werkt nog. Ja, <laughs> dank u. <laughs> ik deed al niks meer zeggen, want dan ben ik weer te herhalen. Ik dus... ben <laughs> al, <laughs> ja, al blij. Speed stelde gewoon weer een vraag dat hem al vertelt ik zei, je kunt alles kopen, gebeurt. maar, maar. Je kunt inderdaad uh -huh. alles kopen. Maar wat bleek achteraf? Ze hadden mij die vraag niet zomaar gesteld. Er was iemand van VTM, eh, om niet te zeggen Tim Verheijen, toen nog pas afgestudeerd denk ik en nog onbekend, eh, die had zich laten inschrijven op de payroll van een op de luchthaven. Eh, en die had daar drie, drie maanden een stuk security gedaan. En zeer goed, want hij had zelfs zeer positieve aanbevelingen gekregen als eh, security agent, een heel goed rapport toffe kerel. Um, maar hij had, terwijl dat daar was, de opdracht gekregen van VTM, zou het, als je daar nu werkt bij een securitybedrijf, zou hij in staat zijn om daar een bom aan boord te krijgen. Ja. Dat, is degene, dat is degene die de Schild Vrienden uh, reportage neemt. Ja. Ja, ah, ja. Ja. Ja, 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 iedereen ja. kent Tim. Ja. Ja, 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 ja. Nou, ja, ja, fantastische ja, ja, ja. journalist Pano, Van Pano, ja. Waar ja. ik achteraf ook heel goed mee overeenkwam. maar op het moment zelf even niet, moet ik ja. eerlijk, eerlijk zeggen. En Tim... Uh, toen nog onbekend talent. Uh, was erin geslaagd om een pak plasticine. pak plasticine. Mm -hmm. um, mee te smokkelen. Uh, in het cateringbedrijf. en om dat in zo'n karket te steken. van maaltijden die aan boord gaan van het vliegtuig. Ah, ja. Een karket dat echt naar het vliegtuig ging gaan. dat weten we niet. Ja. Het is in elk geval nooit op een vliegtuig geraakt. en dat pak plasticine is nooit op een vliegtuig geweest. Ja. Maar s'avonds komt dan Telefax. en het groot bom aan boord. Uh. Er was nooit een bom, het was een pakje plasticine, en het is ook nooit aan boord geweest, hè? maar... Het land stond op zijn kop, want we zijn nu juist vijf jaar of zes jaar. Ik weet het niet meer na 9-11. En, en nog, altijd, nog, altijd nog altijd is het ja. gemakkelijk om enzovoort. Dat stellen we daar als woordvoerder natuurlijk wel met uw rug tegen de muur he, Want op voorhand vertellen ze u niet dat er zo'n aflevering achter u zit. En dan zit je daar samen aan tafel, samen met de baas van de luchthouden, Luc van den Bossen in de tijd, niet onbekend, hmm. uh, samen met de baas van de, van de federale politie uh, en nog 17 anderen. Uh, samen te kijken, live, naar die uitzending van, van Telefax, waarvan je geweten dat er serieus gaat doorgesleurd worden. En dan komt ineens zelf in, boor, uh, zelf in beeld uh, met een ernstige gestreken gezicht vertellend van, nee, het is onmogelijk om een bom aan boord van een vliegtuig te brengen. Hier stelt heel strenge security en iedereen wordt hier gecontroleerd en dat kan hier niet gebeuren. En dan zeggen ze, ja, wel, we hebben het juist gedaan van de week. Onze team heeft hier een bom aan boord Maar dan zegt VTM tegen mij in het interview van, ja, uh, wij zijn er toch in geslaagd om Bom aan boord te brengen. zeg ik, ja. Sorry, maar een, een pak plasticine is niet bepaald een bom. aan ah, zeggen ze maar. Een pak plasticine dat ziet er juist hetzelfde uit als een pak Semtex in, mm -hmm. in uw systeem. Ik zeg één. In sommige systemen wel, in andere niet. En welke systemen dat wij hebben er geen affaire is mee. Maar mm -hmm. alleen, zelf als het nog zou kunnen, er is wel één wezenlijk verschil. Tussen een pak plasticine en een pak Semtex. En dan zeggen die, welk verschil? Ik zeg, dat is heel simpel. Ik zeg, we spreken af, binnen een uur komen we ja. weer terug. Ik breng voor u een pak plasticine mee, hij brengt voor mij een pak Semtex mee. Ja. Huh? Ja, maar nee. ja. Dat is het, hè. Ja. Je kunt alles kopen. Je mm -hmm. kunt alles kopen. Ik ben er zeker van dat je ook een pak Semtex kunt kopen. Maar ik weet niet of dat je dat thuis geleverd zult krijgen zonder dat je tegen de lamp loopt. Ja. Bol.com, ik ga nu online. Jawel, momentje, een momentje. <laughs> Je mocht het toen drie, maar verwacht bezoek van de week. Ja, als je ja, ja. Daar... ja, ja. Uh, ja. Maar dat is wat ik bedoel. Hè. Ik trust... Je kunt, je kunt op theorie, in theorie en de en, 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 ja. uh, the dark side en dark okay, web en, ja. uh, kunt alles kopen en, en, en vinden, dat zeker. Maar er zijn ook mensen fulltime bezig om dat allemaal te checken. En een groot stuk van, van veiligheidsbeleid is niet achter ieder crimineel aanlopen en zien wat dat de man toe is, maar ook voor een stuk zien. Wat gebeurt er op het internet allemaal? Ja, 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 ja. Um, en als je dat soort dingen koopt, uh, en, en gehad in duistere cafés. Uh, nu, nu gaat dat ook al allemaal niet meer. Hè? Maar uh -huh. in duistere cafés heb je een mannetje dat een mannetje kent dat een mannetje kent. Er zit altijd wel een mannetje in dat beter gediend is door u te verlinken dan door u te geven. Het je... enfin, ja. is allemaal zo simpel niet. Dat is maar wat ik kan zeggen. Ben, ja. hè? Dus het is gemakkelijk om te zeggen dat het zelden als een pakzemtix. Maar daarmee heb je nog geen pakzemtix. En dat is juist hetzelfde met die granaten. Hè? Je kunt alles kopen. Maar het feit dat je probeert om eraan te geraken. En dat je er begint naartoe te googlen. Ik, ik heb voor het onderzoek naar mijn boeken dikwijls gedacht van. Dat gaat hier geen week duren, of kan je hier flikken aan mijn deur. Hebben, maar nee? ik had hetzelfde probleem om te lezen. Natuurlijk. Want ik ben aan het lezen, en ik denk ze van: ik weet dat ik ze weer zo op papa. Ik dacht, ik zie hier op papa lijsten aan terechtkomen. Want het gaat ook zo op een bepaald moment: he, het over de moderne AK-47 en niet de ja. oude Kalashnikov, maar de nieuwe. Dus dacht, de oh, Nikonov, ja. ja. Ik ben, ben eens benieuwd hoe dat je eruit ziet: hè, Nikon of zo. Een dan, <laughs> dan, van, ja, van de eerste dingen dat je had, is: how to buy a Nikonov? En ik had zoiets, nee, 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 dat moet ik niet hebben. <laughs> maar er zaten er zo nog bij. Hè? Want ik vond het wel tof mee, uh, met de wapens ook. Hè? Dat, je, dat je bespreekt hè? dat er zo'n. Uh... En Een is zo'n een, nog nauwelijks een Lee Enfield, heeft hij dat eigenlijk een mm -hmm. beetje meer voor de show is. Maar dan heeft hij een Glock 23. Dan denk ik, ah, gewoon kies opzoeken. We zien een Glock 23 er weer al uit. Ja. Dus ik weet wel dat ik, eh, als ik op een paar lijsten terechtgekomen ben, eh, het was allemaal research en mensen. Eh. Maar in India is dat zo. Die, mm -hmm. als, als je nu in India koopt en je, ziet, en je ziet daar militairen, en ze hebben daar verschrikkelijk veel militairen. Want ik denk voor een stukje wat dat hier werkloosheid is, is daar het leger. Hè. Ja. Uh, wie dan niet, niet aan de bak komt, die staat ze maken ze gewoon militair van? Die krijgt ook zijn geld, trekken ja. in hun uniform aan. Maar die wapens die lopen nog met wapens van de Tweede Wereldoorlog rond. Hè. Dus elke dag zie je die daar passeren en denkt je van: Wat moet die hier met zo'n oud geweer? Ik zou daar een keer willen zien ja. mee bezig zijn. Hè. Uh, komen daar geen vodden van als ze daar. Uh, ja. Dat ketst waarschijnlijk. helft van de Kogels die die willen afvuren. <laughs> uh, ja, het is dus, dus echt. Dus, ja, museum, museumstukken lopen daar, daar rond. Nou, ik, ben, uh, ik ben er nog nooit geweest. Zijn er jij geweest in uh, veel van de landen waar je overschrijft? Ja, in de meeste wel. Ja. Maar niet in, niet in al wat dat uh, Oostblok is. Uh, heel dat verhaal, ja, dat vroeg heel, ik mij ook Georgië en, 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 en Rusland ben ik niet geweest. Maar nee. ongeveer alle andere plaatsen die in mijn boeken komen ben ik wel geweest. Nou, dat ja. voelde wel. Want. Ja. Ik, maar, ja. Dat, moet ook, dat moet ook als je ja. dan niet als je dat niet toe dan gevoelt dat als lezer, dat, dat een auteur daar niet geweest is en, en ik kan dat allemaal opzoeken hè. en als ik, er staan stukjes in Blinkblink uh, in Blink 2, een heel verhaal door de Balkan, het is stukken wat ik inderdaad niet geweest ben, en dat is dan echt met Google Earth zit ik dan echt letterlijk te kijken, van ik kom daar uit het station en nu wil ik naar de busparking, hoe raak ik van het station naar de busparking, ja waar ja. is die? Ah daar, dan moet ik naar links en zo want dan moet dat wel een beetje kloppen met een boek, want anders heb ik direct iemand die mij gaat bellen wat? en zegt van zeg, hey, die busparking, dat is wel aan de andere kant van het station Zonnikameraad, dat ja. is zo hè? Ja, want dat, wou ik echt, dat was het eerste dat ik ook dacht, omdat, omdat er zoveel plekken zijn die je ook redelijk uh, goed beschrijft. Hè? Dat je mm -hmm. ook heel goed voelt van waar is dat? En zeker als je al ooit op een soortgelijke plek geweest bent, dan, dan herkent al heel ja. veel van die dingen. Of dan voelde van, oh ja, dat is iemand dat dat. Ofwel enorm goed moet kennen, of ja, eigenlijk dat jij nu net zegt, dat je letterlijk met Google Earth de weg moet gaan afleggen. Ja. Er kruipt toch heel veel werk in, vooraleer dat je zelfs nog maar een verhaal geschreven hebt. Ja, maar één of, woord in of... uw zin is fout. He. Dat is geen werk, he. dat is plezant. Oké. Okay. Ja. ja, dat kruipt veel werk in. Natuurlijk ja. dat kruipt dat veel werk in. Maar dat, dat maakt allemaal deel uit van het amusement. He. In plaats van, oh, ik, kijk graag ook, ik kijk ook graag naar series s s'avonds op tv. Ja. Trouwens, als, als, je, als je kijkt naar... naar ik ben begonnen met Bling Bling te schrijven, dat was mijn eerste boek. Hè. En eigenlijk ja. was mijn opzet van, ik ga proberen om mijn verhaal te schrijven, niet zoals een normaal boek geschreven wordt, ik ga proberen om mijn verhaal te schrijven zoals de um, Game of Thrones, wat ja. de televisieversie van Game of Thrones ja, 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 in elkaar ja. Ja. zit. Ja. Je hebt verschillende figuren, verschillende verhaallijnen die parallel aan elkaar lopen, en je ziet de ene keer de ene, en dan zie je weer de andere, en dan zie je de aria weer, en dan zie je weer de mountain, en dan zie je ja. er weer, enzovoort. Um, en op den duur kennen al die figuren, en je ziet waar ze mee bezig zijn. Zonder dat die daarom allemaal moeten op hetzelfde moment bij elkaar komen. Ja. De meeste van die figuren die ontmoeten in, op hun weg wel de anderen, op een of andere manier, en dat is in mijn boeken ook zo. Hè. Ja. Dus het zijn niet allemaal loslopende verhaaltjes naast elkaar. Uh, ze komen wel op een of andere manier allemaal bij elkaar. Hè. Ja. Ik heb het, chronologisch klopt het boek helemaal van, van, van minuut tot minuut uh, zit, zit, zit de timing. Wel in de juiste richting, maar er gebeuren dingen over heel de wereld met verschillende entiteiten, met verschillende personages die met elkaar bezig zijn of die alleen bezig zijn. En dan zie je weer de volgende, en dat verspringt zo van het naar het ander. En dat duurt even een paar hoofdstukjes voordat je het door hebt: van, oh, tja, wat is dat hier? Oh, weer een nieuwe figuur, en oeh, wat is dat hier? Ik heb daar nog niks van gezien, waar komt hij ineens uitgekropen, maar dan krijg je ineens weer een, de, ah, maar die ken ik al. Hè. Ja. Ah, en dat is die zijn broer, ah, tja, zit dat zo in elkaar. Ja. Dus dat is een beetje de manier waarop ik het... Uh, waren de Belgische, de, wat zijn zo de godfathers van de Belgische crime-schrijvers, waren die een inspiratie? Nee. Nee, zo, want ik heb je nee, echt gewoon nee, op heb, jezelf begonnen. Ik heb een tijd wel Jeff Herard's wel gelezen. Ja, iedereen al veert, als een veertien wil wel Jeff Herard's lezen natuurlijk, omdat er blote madammen in komen. Mm -hmm. Maar ik ben niet zo... Ik heb, ik heb wel een Asper gelezen en, 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 en zo, maar ik, als, je, als je kijkt naar welke boeken hem mij inspireert, dan zou ik zeggen Millennium, hè? Uh, ja, die ja, iedereen Steve kent. Larson, uh, ja. Wat ik ook fantastisch vind is Pelgrim van, van Terry Hayes. Uh, I Am Pelgrim. Als je dat nog niet gelezen hebt, nou, de Blink gelezen nee, dat de bling blings gelezen, Zeker ja. aanraden. Een heel dikke Terry Hayes. Mm -hmm. die, die mag wel van zijn uitgever meer dan 500 uh, bladzijden <laughs> schrijven. Um, en, uh... Maar is er zoiets. Allee, want ik, 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 ik moet zeggen, um, want we hebben al heel lang contact. Ja. He? Allee, hij ja. al heeft toch al zeker. En ik weet dat hij op een boekenbeurs was. Ja. En uh, dan zag ik uh, u en uw collega en Tony Koppers en zo. Ja. En dan was dat zo. Mm, dat, dat, ik zag het door niet als een enorm rek en een enorme wereld. Maar toch, dat ik dat lees vind ik super tof. Het is toch een bepaald genre of zo. Ja, dus, is... en, en niet om hier wat te gaan stoken, ofzo, maar ik heb, ik heb niet altijd het gevoel dat, uh, dat dat altijd het respect krijgt in de literatuur, of zeker in de Vlaamse literatuur. Of ben ik nu gewoon ontsteld? Dat is het juist. Dat is ook geen literatuur. Uh, ik zou ook niet graag hebben dat ze uh, morgen op school zeggen van uh, de les Nederlands. Uh, uh, tegenmorgen leest al een keer hoofdstuk. Uh, pagina 250 tot 265 uh, van bling bling. Uh, we gaan dat hier maandag bespreken in de les. Dan heb ik zoiets van. Nee, daar heb ik geen boeken voor geschreven. doet die kinderen dan niet aan. Eh? Uh -huh. Maar dit is, dit is niet de bedoeling om literatuur te zijn. Die pretentie wil ik niet hebben. en ik kan dat ook niet. Er zijn. Er zijn, er zijn mensen in ons land die, die, die hebben een fantastische pen. Lise Spit bijvoorbeeld. Ik vind, ik vind haar boeken echt helemaal niet, niet mijn ding. Maar totaal niet mijn ding. Maar als ik, als ik dat lees, dan denk ik van... Man die kan schrijven. Nee, een fantastische pennen. Mm. Uh, en alhoewel dat mij helemaal niet kan inleven in, 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 in het soort figuren dat ze schrijft, dat trekt me totaal niet aan. Maar ik kan alleen maar bewonderen hoe fantastisch dat is literatuur voor mij. Hè? Mm -hmm. en, 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 en sommige andere grote namen, en, en, uh, Jeroen ja. Nee, Er zijn mensen die echt wel fantastische pennen hebben en daar ongelooflijk werk van maken. Om zoiets... Ik zeg ik, ik maar, boeken. Voor één belangrijke reden, dat is om mijn eigen te amuseren. Dat was mijn eerste insteek. En, en dan had ik het ongeluk om uitgegeven te worden. En sindsdien schrijf ik boeken om anderen te amuseren. Ja. Maar dat is ook mijn enige bedoeling. Mensen een plezante tijd geven, een tijd als ze met dat boek bezig zijn. Wil ik niet dat ze denken: van oh, dat is hier knap geschreven. Nee, ik wil dat ze denken: van oh, dat is een, een tof verhaal. Wat en, gaat er gebeuren? En het sleept ja, mij ja. mee. En ja. uh, het is tijd om te komen eten. Wacht, nog een half uur. Ik zit nog even hier. Mijn hoofdstuk <laughs> klaar. Het is bedtijd. Nee, alleen nog één hoofdstuk. En dan kijk ik op je horloge: het is dus één uur. Zou ik nu, ja, nog één hoofdstuk. Het is twee uur. Ja, zou ik ja, aj, nog één hoofdstuk? Dat is waar ik mijn lezer wil krijgen. Zoals gewoon. Ja. Maar dat is, dat, dat is ook. Ik, ik lees Veel ook van zelf. mijn favoriete boeken en dat soort ja, boeken. ik lees he? ook zelf in Literatuur. Ik, mm -hmm. ik ben daar eerlijk in. Uh, mm -hmm. Het is aan mij niet gegeven. Uh, misschien lomper ik op dat vlak, uh, maar... Het is niet gezegd. Ja, en, en, het, dat en zijn zeker fantastisch. niet, want hetgeen dat ik mij wel afvraag, omdat je, eh, je, je... Het is goed dat je zelf over Game of Thrones begon, want ik had het ja. hier staan als referentie, omdat mm -hmm. ik dat ook zo'n beetje voelde. Eh, mm -hmm. Hoe dat, eh, George Martin het doet, dus je deelt altijd hoofdstukken in in een personage, eh, vaak. Zo Daenerys, en dan volgde die, en dan volgde die. Ja. Sommige van de hoofdpersonages ontmoeten elkaar pas in de vijfde boek voor de eerste ja. keer, hè? dus dat is allemaal heel cool. Maar ik vraag mij af, ik, ik heb mij altijd afgevraagd, voor mensen die, die zo uitgebreid schrijven, met zoveel locaties, zoveel personages en zoveel verhaallijnen die door elkaar lopen, hoe dat jij eraan begint. Heb jij al een aantal van die verhaallijnen die je naast elkaar zit en ga je dan zien waar dat die uitkomen? Ja. Je hebt die of... vraag dat pas al gesteld en ik heb ze niet beantwoord. Ja, ik ga nog eens terug. Ik blijf ja. altijd... Uh... Hetzelfde. <laughs> well, ik, niets... ik ben begonnen met mijn eerste boek. Ja. Eigenlijk niet echt bewust van ik ga hier een boek zijn. Ik had er altijd hoesting voor gehad om dat te doen. En ineens was ik begonnen en dan zat ik al aan 100 bladzijden. En dan denk je van ja, maar oh, momentje. Ik heb hier al 100 bladzijden. Dat begint er al een klein beetje te rekenen naar een echt boek. Mm -hmm. Dan moeten we toch wel even kijken hoe dat, dat moet. En dan ben ik een aantal boeken gaan bestellen. Zo van hoe bouw ik een karakter op? En hoe zorg ik dat een verhaallijn goed in elkaar zit? En hoe moet ik een, een spanningsboog opbouwen? Dat is allemaal theoretisch uitgewekt. Er, er zijn in de wereld tien keer meer boeken over hoe schrijf ik een boek dan dat er hier in dat boekenrek staan. Hè? Ja. Ik was ooit in Portland, is de grootste boekenwinkel van de wereld is in, in, in Portland, Oregon. En, mm -hmm. Aan de andere kant ook naar Portland. Dat is een volledige huizenblok, zo'n Amerikaans huizenblok. Dus groot. Hè? Ja. Niks anders dan boekenwinkel, ik denk acht verdiepingen nog. En um, ik ging zoeken naar boeken over hoe schrijf ik een boek. Want ik dacht, hier kan ik het zeker vinden. Hè? Wel, ik denk misschien 30 meter. Uh, boekenkast naast elkaar, niet anders van de vloer tot aan het plafond. Van hoe schrijf ik boeken en alle aspecten daarvan? Dus er is heel veel theorie over. En dat helpt wel. Um, ik zeg niet dat je dat op voorhand moet lezen en dan moet je beginnen een boek schrijven, want dan heb je geen hoestingen meer in. <laughs> maar, maar iemand, nee, echt waar. Iemand, <coughs> dat, dat is de boodschap. Als ik vandaag één boodschap wil, wil meegeven aan al diegenen die luisterden: als mm -hmm. ze ooit in je leven zoiets voelde kriebelen, en nu van ik zou wel graag in een, een boek schrijven, maar eigenlijk weet ik niet hoe dat, dat kan, he, dat ik er dan geen fluit van. Aan. Zet u vanavond als je rustig zit en tijd hebt achter uw computer, doet de deur toe, zorgt dat ze niet aanbeteren en doet dat gewoon voor je wij. En wordt het, ja. word het niks? Dan wordt het niks. Dan weet we. dat. Mm -hmm. Maar er is niks dat u zal bijten met het te proberen. En in mijn geval, in het begin hing dat. Ik weet niet hoe dat ging, vlot zeker, ja. Mm -hmm. uh, en, 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 en dat begon steeds professioneel te lijken. En dan leest u wat bij links en rechts en dan kijkt een keer hoe dan anderen dat doen. En dan zie je iets op tv en dan denk je van oh, tja, dat is interessant. En, en uiteindelijk groeit dat. Ja. En ik had op een duur een verhaal en dat was 750 bladzijden. Uh, op vier maanden tijd. En letterlijk, naas begon met een nieuwe job als, als consultant. En, en ja dan. Um, Moest met een boek afzenden. En ja. die is in, in, in mijn lade verdwenen. Enfin, zelfs niet in een lade, maar ze was niet eens afgedrukt. Er dus stond op, op mijn computer. En dan een keer een print van gemaakt. Dus zo'n serieus stevig pak papier. Hè? En, en laten lezen aan een kozijn. En dan nog een keer laten lezen aan een tante. En nog een keer laten lezen aan een vriend. En die zeiden allemaal: oh, man, dat is een goed boek, jongen. Allee, zoek tegen een uitgever. Ik zei: oh, een uitgever. Allee, wie, wie ben ik om een uitgever? Ik hoorde op een bepaald moment um, aspen. Mm. Op de radio, in een interview op, op Radio 1, denk ik. Want ik luisterde bijna alleen naar Radio 1 voordat ik begon met podcasten. Mm -hmm. um, en in dat interview, uh, het ging over een wedstrijd dat hij hem organiseerde om, om nieuw talent te vinden. En hij zei: Ja, zei, um, uh, ik probeer mensen zo warm te, warm te krijgen om, om zelf een verhaal te schrijven. Maar je mogen niet te enthousiast zijn ook, want hij zei: Voor 700, voor elk boek dat verschijnt, vandaag in de boekhandel, zijn er 700 manuscripten die niet verschijnen. Ik dacht, ja, sorry. Ja. Dan ben ik, ik is niet. Aan. Ja, oh, dat is ja. de kans. Ja. Dus ik dacht, ja, wat moet ik hier nu doen? Uh, het zou eigenlijk wel tof zijn. Want ik vond het eigenlijk wel een tof verhaal. Hè. Vind me, maar ja, over uw eigen oordelen is het zo gemakkelijk. Ik kan me voorstellen dat hij ook niet altijd denkt: als je iets niet probeert van pak dat nu, of pakt u dat niet. Het doet niet voor niks. Trial-outs. Uh, ja, ja, ja. Enzovoort. Dus ik had ook zoiets van ja, is dat nu wel goed genoeg? Dus ik dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga een keer. Kan ik even kijken hoe dat een uitgever vindt. En hier in Antwerpen is er een organisatie die noemt. Um, wat is het weer? Leren schrijven? Creatief schrijven? Ik weet mm. het niet meer. Op de, op de Vlaamse Kai. zou kunnen. ja. En ik doe naartoe toe en ik zeg. Uh, ik heb een probleem, ik heb een verhaal en ik zou graag een uitvinder van uh, fictie of non-fictie. fictie ja, fictieverhaal. Ah, wij kunnen u helpen om fictieverhalen te schrijven. Dat is wat wij doen en wij geven cursussen. Het verhaal is er al. Kijk, hier is een boek: <laughs> een, een dikke plastic zak, een groot pak papier. <laughs> ik heb al iets bij, <laughs> Ja. Doef op tafel. En zegt, wow. Uh, ja, dat is ongeveer dat pak dat daar ligt. Dat ja. uh, was, was het volgende <laughs> van mijn boek. En als het ze, als ze door een printer ja En dan word ik een heel erg onder de indruk van het volume. Maar ja, dan weten we nog niet of dat deugt of niet. En die zeggen, ja, uh, het is maar één manier om het te weten. En dat is gewoon uitgevers aanschrijven. Dan kan u wel een aantal uitgeversadressen uh, geven als je wilt van degene die fictie uitgeven. En dan stuur je gewoon dat op. En als ze het hoeven, dan zullen we dat wel laten weten. Zo marcheert dat, meer is daar niet aan. Er zeg, dus veel kans dat ik dat uh, tegen toch wel tamelijke kost allemaal laat afprinten, de wereld insturen, en dat die allemaal een brief terugschrijven en zeggen: gaat hier van de kruisen tot mijn spijt. Uh, is uw boek niet weerhouden voor publicatie? willen ze nu nog veel geluk in uw verdere hmm. carrière. Als ik. ik zei ja, zegt die madame, je moet niet verwachten dat ze een brief zullen sturen. Ook niet. Nee, nee. <laughs> ik hoort gewoon niks uh, meestal. Als, ja. als ze het goed vinden, zullen ze het wel vinden. Ja. Ik dacht, ja, ik kan dat niet doen. Voort. Maar zegt dan madame, ik zie dat ontwogeld zei, wat dat wij wel doen, wij organiseren lezers uh, schrijversweekends. Um, en nu van het weekend is er zo'n schrijversweekend in Nostendig. Ik zeg, wat is dan een schrijversweekend? Ah, dat is iets, zo'n beetje een soort speed dating. Um, we hebben verschillende uitgevers en die sturen daar iemand naartoe. En dan kunnen mensen die met boeken bezig zijn, kunnen komen vertellen over hun werk en proberen om hun werk. Te zeggen, dat, is van, dat is toch juist wat ik... Dat kom ik u toch vragen. En nu, dan komt er nu pas mee op. Ja, maar ze Het is volgeboekt. Het, het zal niet meer lukken voor van het weekend. Uh, maar volgend jaar doen we er weer. Ik zeg: Maar ja, allez, dat kunnen we <laughs> nu niet aan doen. Kunnen we dat nu gewoon niet tussenvoegelen? Ja, nee, dat marcheert niet. Ja, het is dat is een kwestie van inschrijving. Het is volgeboekt, dus ja. Die afspraken zijn gemaakt. En maar, zegt ze, weet je wat dat gaat doen? Had er gewoon naartoe zaterdag. Had er gewoon naartoe. je weet nooit dat daar iemand ziek is of op de een of andere reden niet komt opdagen. En springt in het gat, En is daar niemand die ziek wordt? Dat zit er ondertussen toch een keer geweest. Dan worden ook wel wat lezingen gegeven. En, en, en je kunt er geklappen met andere auteurs. Dat gaat dat wel interessant vinden. Dus ik dacht, ja, oké. Okay. Dus tegen mijn vrouw, zoetke, ik krijg van het weekend naar Oostende. Ik ga een keer gaan proberen met mijn boek hè, in een plastic zak. En hop. Ah, ik heb hier trouwens nog iets bij. voor bij de koffie als je uh, een koeksje wilt. kan de achterin, broodatelier achterin, ook achterin, nog achterin, met. Achterin kan ik ze weer meepakken. Ja, mocht zo een tamelijk nieuwe bakker op de rug van onze straat. Okay. Die, die heel, tof, uh, heel tof bezig is. Ja. All right, um, Super. Ik ja, ja, um, kon er wel iets uithalen. Dat, alles, ja, ja, dat doe, is doe, te doe goed, man. Vertelt ze ja, dan vooral Oostende? Ja. ja uh, en, en ik kom daartoe en op het moment dat ik daartoe kom, staat daar zelden Madame. Ik, ik kende die dus niet, ik heb die alleen maar ontmoet de eerste keer. Staat hier heel enthousiast te zwaaien naar mij. Zo, er is een plaats vrij, er is een plaats vrij hier vanmiddag uh, bij David's Fonds. Uh, ja, dus ik daar naartoe, uh, wacht op mijn moment. Om kwart na vier is het mijn beurt en dat is zo een, een, een zalige zo, uh, dat, dat helemaal gevuld is met tafeltjes, telkens met twee stoeltjes, face-to-face en ik had dat Madame al in doog dat daar zat hè, de juiste uitgever en daar zat nog iemand bij en dan ineens zo'n zo belken en dan change en dan iedereen weg en dan komen er nieuwe en dat was mijn beurt en ik ga bij dat madameke gaan zitten en dat was uh uh, Veerle, hè, mijn toekomstige uitgever, ik wist Ook al dat... de eerste keer. De, de eerste allereerste keer... waar je bij gezien ja, 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 ja. Dan kom ik zelfs op terug. <laughs> en dat is en, en En die, die zegt, ja, uh, hij zit uh, meneer De Kezel? Ik zeg, uh, nee, nee, ik ben Van der Kruis. Jongens, dus, dat staat hier op mijn blad, meneer. Ik zeg, oh, er is een misverstand. Uh, er is iemand die komen opdagen. En ik ben in het had gesprongen. Ik ben naar hier gekomen in de hoop dat er iets ging vrijkomen. En uh, anders ah, dat is goed, ja, maar het maakt me niet uit. Ja. Hij heeft een boekje, Ik zeg, ja, ik heb mijn boekje. En welke een kinderverhaal doet voor mij mee. Ik zeg, uh, een, een, een kinderverhaal? Ik Zeg ja, ik, ik ben hier voor kinder- en jeugdverhalen. Dat is waarvoor dat ik hier ben. Uh, hij ook dus. Ik zeg, nee, ik heb een thriller geschreven. Ik zeg, het is nogal barbaars bij momenten eigenlijk. Ik weet niet of dat geschikt zou zijn om dat aan kinderen te laten lezen. Ik zeg, maar ja, Hij zegt, maar vertel je verhaal, we hebben een kwartier. Uh, uh, vertel het in elk Dus ik begin heel enthousiast te vertellen over mijn bling-bling, en zij zat zo heel enthousiast te volgen, en ik dacht van, hmm, dat klikt hier precies wel, en ze zei, ja, uh, mail het mij door, ik zei, ik heb het hierbij, you know, boef, met een, met een bak op taal. Dus You're that guy! Is... <laughs> pak het. En wel, ze zei, ik pak het mee, en ik laat het lezen door iemand, uh, en als het, ons, uh, als het ons interesseert, laat ik u iets weten. Ik zei, dat is goed, en... Een maand of twee maanden daarna, ik, was het, ik kan niet zijn dat ik het vergeten was, ik was er heel erg mee bezig, maar ik had al lang niet meer gedacht dat ik nog iets ging van hoor. eens telefoon en, die, en, en vele zegt tegen mij: van uh, dat boek daarvan, bling bling, uh, is dat, heb je al een uitgever daarvoor? Ik zei nu: nee, ik heb het alleen maar aan u voorgesteld. Dus Ze zou zouden dat dan hoeven als wij dat willen uitgeven? Ik zeg. Ik zou dat fantastisch vinden als jij dat wilt uitgeven. Ik zei: Wat moet ik daarvoor doen? Ja, dan hebben we wel een probleem eigenlijk, want uw boek is 750 bladzijden en dat zijn er toch wel minstens 250 te veel. Uh, dat krijgen we aan de straatstenen. die verkocht zo'n dik boek, mensen knappen daarop af, dat gaat niet. Uh, ik zei: Maar je kan toch niet om de drie zinnen er één schrappen, dat gaat toch niet? Allee, hoe, hoe moet ik dat dan doen? Moet je dan heel dat boek herschrijven? Ze zegt: Nee, uw boek zijn verschillende verhaallijnen. Hè? Zover was ze gelukkig mm -hmm. ook hoe mee. En ze zei, Ja. Gooi er gewoon een paar van die verhaallijnen uit. En nu het rest weer aan elkaar. Maar de basis van uw verhaal is heel goed. Maar er zijn een aantal verhaallijnen bij die zijn nice to have en heel funny. En die maken het misschien wel wat plezieriger in een boek, maar die zijn niet essentieel. En in een thriller heb je die eigenlijk niet nodig. Dus knip daar die verhaallijnen uit. en Misschien kun je die later ooit gebruiken voor andere boeken, maar op zijn minst, zorg dat je iets van 400-500 bladzijden overhoudt. Dus ja, ik dan denk twee keer zo lang gewerkt om dat te herschrijven dan dat ik eerst al gewerkt had om het te schrijven. Maar ja. uiteindelijk had ik iets over van het juiste aantal bladzijden. En hadden, hebben ze die uitgegeven. Hadden ze tips gegeven van welke verhaallijnen dat er, dat er best tussenuit konden? Daar of je, al over had, hadden het wel over gehad. Dat lag tamelijk voor de hand ook. Ja, hè. Ja. Uh, een, een, van de, een van de figuren in het boek is daar Sachin, die, mm -hmm. die voor de deur staat, die, die kerel uit Bangladesh, die ja. voor de deur staat en die, die eigenlijk alleen maar... Daar staat om mensen buiten te houden, en daarna verdwijnt hij weer uit beeld en een karke mee met, met wapens en zo, om, mm -hmm. om dat daar binnen te smokkelen. Maar eigenlijk speelt hij voor de rest in het boek geen rol. Behalve in de originele versie vertrekt hij terug naar Bangladesh, en dan volgt hij heel zijn reis naar Bangladesh, en dan komt hij daar ergens in het delta-gebied midden in de een soort jungle-moerasgebied. Uh, heel veel muggen en heel veel smerige ziektes. Mm -hmm. uh, echt geen vakantiebestemming. Um, en die. En, en, en ja, die, die is eigenlijk weggevlucht. Die heeft 30.000 dollar gehad om daar zijn ding, zijn ding te doen. Ja. En elke dag leest hem de krant om zeker te zijn dat hij hem toch niet gezeind is. Dat ze niet weten dat hij, dat er is, weten ja. dat hij erbij is en ja. dat ze hem niet gefilmd hebben of het een of het ander. En elke, elke dag rijdt hem naar, naar, naar het dorp om een krant te kopen. En leest hem de krant om te zien. Een, een, een krant uit Delhi... En ineens ziet hij hem daar staan, een overval, uh, had een buit van, ik weet het al niet meer van buiten, 3 miljoen of zo, zoiets. Hè. Dus een 3 miljoen, een met voor 30.000 ja, ja, dollar. Ja, ja, ja. En zijn de 3 miljoen aan diamanten, ik wil daar wel mijn deel van. Hè. Ja. En dan keert hij terug naar Delhi en gaat hij op zoek naar enzovoort. En ja. uh, dat gebeurt van alle soorten vieze dingen ook. Uh, maar dat is allemaal geschrapt geweest achteraf. Ja. Ja. Alhoewel dat eigenlijk wel pittig uh, dat is natuurlijk ja. wel een, een, een stuk. Want ja, ik had ja. Dat ook, uh, omdat je dat ook vertelt, hè, dat hij dat voor veel minder geld gedaan heeft. Dat dat gewoon ja. een gast is die ze hebben ingehuurd voor iets te doen. En ja. dat was het dan. Dat was wel een. Ik heb even gedacht van. Maar je zal als die erachter komt voor ja, hoeveel geld dat dat ja. was. Dus dat is wel <laughs> funny. Ja, dat, je, dat is ook menselijke natuur, denk ik. Van u dan enorm genaaid ja. te voelen en, ja. en de, de neiging ja. te hebben om er iets om te doen. Um, wat ik ook. Wel cool vindt, want ik, dat vraag ik me altijd af. Ik, 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 heb ook, ja, ik heb veel shows bij elkaar geschreven, maar dat schrijf je dan altijd vanuit uw eigen standpunt. Als je als schrijver. Uh, dat lijkt mij gewoon niet zo gemakkelijk om. Twee van uw grootste hoofdpersonages in een boek zijn vrouwen, en jij schrijft vrouwen. Lesbisch is is dan ook. Is, is, is dat moeilijk? Nee. Nee? Ik vond dat niet, nee. 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 ik bedoel dat doet mij altijd denken om die om die, uh, die film as good as it gets hè, met Jack Nicholson die dat dan ook altijd van die romans schrijft ah. mee, van die romantische boeken met vrouwen en dan zegt hij altijd zo'n oh, hè zo een vrouw dat hij aanspreekt en zegt van ja ja ze is zo goed in vrouwen schrijven dat is onwaarschijnlijk hoe doe je dat u zo inleven in ons en dan zegt hij I think of a man en then I take away all reason and accountability. So, en ik moest er keihard mee lachen. Omdat dat zoiets mega walgelijk is om te zeggen. Maar hoe benaderde dat? Als je zegt, ik heb twee, hè, twee, twee van de grote hoofdpersonages, zijn vrouwen. Hoe pakte dat aan als man? Kijk, ik zijn. Voor dat boek, om boeken te schrijven had ik ook al andere hobby's, en één daarvan was gaming. Ja. Oh, dat heb jij gigolo <laughs> ja. Ik word ik een geen, ik zeg... Ik word een geen, ik dacht, yes, gigolo. Pak even een brownie, man, want dat ziet er te goed uit. Ik heb veel hobby's had, maar we hebben nu even over gaming. En dan zegt mijn de zoon tegen mij... Waarom... waarom als ik een spel pak zoals Fallout of, of Skyrim, mm -hmm. waarom kies je altijd voor een vrouwelijk personage? Ik zeg hem dat dat schonder is om naar te <laughs> kijken. Als ik daar zo vier uur aan een stuk zit te kijken over iemand die er rondom kan, een keer even hoe even zit te kijken naar een schoon vrouw. En, en met dat boek was dat misschien ook wel een beetje zo. Ik, eh, mm -hmm. ik, ik zocht eigenlijk niet naar, naar macho dingen. Uh, dat is niet mijn stijl. Uh, mijn, mm -hmm. mijn hoofdfiguur, de ideale hoofdfiguur, is. Uh, is geen een James Bond die gepokt en gemazeld is in, in het hele verhaal, dus een simpele mens mm -hmm. uh, die ineens geconfronteerd wordt met dingen die, die hem over het hoofd groeien, maar die dan toch opportuniteiten ziet en daar probeert om het beste van te maken. Um, en niet door harder te kunnen mappen dan een ander, maar ja. door net Proberen wat slimmer te zijn of rapper op zijn voeten te vallen of mm -hmm. ermee weg te komen. En, en dan past de figuur van een vrouw net iets beter in, vind ik, dan die van een man, die nogal ja. gemakkelijker een baseballknuppel zal pakken, terwijl dat de vrouw weet dat ze dat toch niet altijd uh, met slimmigheid er moet uitkomen. En ja, ik wist het niet. Uh, ja. Albertine was mijn hoofdfiguur en, en voilà. Die is wel cool, want, want he, die heeft natuurlijk wel haar, haar verleden in een diamantwereld, mm -hmm. dus die kent het reilen en zeilen wel. He. Een klein beetje iemand. Gelijk dat jij zegt, misschien iemand dat heel goed is in, in haar job, maar ook een klein beetje een criminal mind. En die dat dan wel. <laughs> je moet, ja, zo koud gewoon voor de micro, dat is nog grappiger eigenlijk. Dan kregen je dat extra zo. Direct horen ze me nog koud. Ik kan me voorstellen, zo iemand die nu in de auto zit te luisteren naar een podcast en dan is er iemand koud. <laughs> Dit is een keihuien brownie. Ik kan het gewoon zeggen voor iedereen die nu in de auto zit: uh, het is het kouwen waard. Um, Mega lekker. Nee, maar um, het is wel iemand die dat een beetje ver te vergelijken valt met die vraag van een Andries van er straks, van iemand die opportuniteiten overal ziet, omdat mm -hmm. ze heel bekend is met die wereld. Ja. En dan op een moment, hè, omdat ze een beetje op een... Ik kan je heel het verhaal van het boek vertellen, want nee, nee. dus de funderaf van de mensen die denken van ik maar, wil hem nog wel een keer lezen. Want... Maar het is, het is, het is wel maar, iemand die een achtergrond heeft en op, wel ja. weet wat ze moet doen. Albertine is, is, ja. is verantwoordelijk voor de security uh, bij de verzekeringsmaatschappij uh, waar... Die, die verantwoordelijk is eigenlijk voor de diamanten die gestolen worden in dit verhaal. Mm -hmm. En wat gebeurt er aan het einde van de rit, natuurlijk? De diamanten worden gestolen, dus dan krijgen ze natuurlijk een security verantwoordelijke in de ogen en zeggen: Hoe, hoe kan dat nu dat die gestolen Is mijn schuld niet, meneer. Allee, je vliegt mm -hmm. buiten. Hè. Ja. Gedaan ermee. En ze staat dus ineens op straat, uh, zonder job, maar. Dat ik niet vertellen hoe ze dat allemaal doet, maar ze ziet ineens opportuniteit. En ja. door, het feit, door het feit dat ze de business zo goed kent en dat ze is wie dat ze is, ziet ze opportuniteit en ze gaat naar Indië en, en, voilà. en mm -hmm. van, dan, dan begint een heel verhaal van Albertine in Indië met een taxichauffeur die ze van nou nog van pluimen kent, uh, die, die ook probeert om zijn mannetje te staan. Ook een heel cool figuur. Ja. ja. Ik, Om, omdat, een beetje een grappig figuurtje. Ja. Een beetje ontwapend ontwapenend, uh, vrolijk, uh, vrolijk figuur is hem bedoeld, zodat je een keer kunt lachen af en toe. Met, uh, want ik, ik hou wel van boeken met een knipoog links en rechts. Uh, dat, uh, dat ja, ook en ook hij ook lijkt wel. ook onbelangrijk, maar hij is het niet. Is het dat vond ik niet? ook heel tof. Ja. Dat je zo het gevoel hebt van, ja oké, okay, er wordt een taxi gepakt. En en in zijn eerst, rol. En ineens he? wordt ja. dat een verhaal ook. Ja. Dus dat is ja. heel cool. Nu, um, die, hebben, die hebben natuurlijk nog... Het uh, Bling Bling heeft uh, twee vervolgen gekregen. Het is een, het is een trilogie. Je volgt een aantal van de personages. Er zijn er een paar waar ik mij kan inbeelden, dat die aanleunen bij, bij een soort mens dat je al wel gekend hebt, of waar je van weet, van iemand dat wel iets doet, of in een branche zit waar je wel thuis zit. Maar er zijn natuurlijk ook een paar bij uh, de, waarvan ik hoop dat gij zo niemand kent. <laughs> ik zal het zo zeggen: een van mijn favoriete personages in een boek is ook een vrouw. Elisabeth heet die. Uh, Medvedev zelfs, meer een achternaam. Ja. zoals de oude president van Rusland. Ja. En uh, dat is uh, ja, toch wel een van de plezierigste zieke geesten dat ik al in een lange tijd ben tegengekomen in een ja. boek. Als ik aan al haar moest denken, kreeg ik eigenlijk een klein beetje, um, het is niet hoe je ze omschrijft, maar ik voelde wel zo, um, ik weet niet of je de film GoldenEye ooit gezien hebt, waar Vanke Jansen wel, ja. Uh, ja. een slechte een bondvillen speelt, die zo iets te hard geld op mensen kapot maken. Mm -hmm. Daar kreeg ik wel zo'n gevoel bij, van wat een figuur, man. Ja, die is, die is helemaal verknipt. He. Die is, ja. uh, en, en er wordt even allusie op gemaakt en een moeilijke kindertijd had en ze heeft in haar armen gekerfd blijkbaar, uh, zien is ook achteraf. En ze is ook, uh, ook in een bak gezeten. En in Rusland was ze zit helemaal onder de, onder de, ta de, 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 de prison tattoos. Eh. Dat wel heel typisch uh -huh. voor, uh, voor Russische... Um, ja. De vor, he. Ja, um, ja de, echt iemand die ja, totaal, uh, totaal niet oké okay is, he. Ja. Ja, en, 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 en ze laten die dan los, natuurlijk. Ze laten die dan nog haar hoesting doen. Ja, dan loopt het helemaal uit de hand. Hè. Ja, ja, want dat is ook altijd het, het mooie in onze van die zware criminele praktijken. Wat je soms ook ziet met Colombianen en dat soort dingen. Hè. Of dat, die cartels. Ja, dan krijg je zo de. Je moet vooral een eh, send the message. Het moet zo vreselijk als mogelijk zijn. En dat doet ze goed, hè? Dat doet ze wel heel goed. Ik kan ja. niks vertellen, zoals ik al zeg, Je moet het boek lezen, maar er zit wel een scène in ik denk, holy crap, man. Dat is... Uh, ja. Dat gaat wel all the way, of zo. Dus, uh, ze gaat behoorlijk... Hoe ver... Waar godde jij naartoe als jij aan dat soort dingen aan het denken ze? Ik weet het niet. Is dat gewoon iets dat jij soms... Ik weet niet, dat jij in je zetel zit en denkt... Ah, wel, ja... Ja, ik weet, niet, ik weet het niet. nog dat mijn vrouw durft nog altijd bij mij in hetzelfde bed slapen, maar Ja, ja wat denkt toe... hij als hij dat leest nou, wel, Jesus Jezus Christus? waar, waar, waar <laughs> komt dat allemaal vandaan? Ja, ja, Maar ik denk ook van boeken te lezen en, en, en films te zien, want ja. uiteindelijk komt er in, in bling bling niks. Wat dat, uh, waarvan dat je zegt van dat heb ik nog nooit meegemaakt of het is uh, rassig, Nee, maar. je zit wel goed in zo zelf downplay, maar zo maar dat, is niet, dat is niet Nee nee, dat is dat is zeker geen uh, hoe zeg je dat? Uh, je schrijft niet on Vlaams, maar soms zeiden. Je schrijft niet Vlaams, maar nu zitten er wel een beetje Vlaams, toch zo, die bescheidenheid. Maar even een um, hoe, hoe, hoe succesvol zit je eigenlijk? Hoe, hoe, want dat is wel, als ik, dat, ik, ik was er echt van onder de indruk toen op de, de boekenbeurs of zo. Dat is een serieuze markt eigenlijk. En toch is dat soms een apart universum. Ah, ik... Kijk, ik, ik zou het fantastisch vinden als ik zou kunnen zeggen: van, ik kan leven van mijn boeken. Uh, mm. Dan kon ik nu met pensioen gaan en dan kan ik misschien nog tien of 15 jaar boeken schrijven, dat zou zalig zijn en kan daar daarvan leven, maar dat is niet. Ons taalgebied is daar te klein voor. En er zijn wel een hier en er zijn er je kunt ze op je vinger stellen, de mensen in ons taalgebied kunnen leven van hun pen. Als je, als je uh, 100.000 boeken kunt verkopen van hun eerste jaar, dan, dan zit er binnen, maar ik ben daar nog lang niet aan toe. Je moet rekenen, uh, alleen misschien, misschien vertel ik je dingen die ik niet moet vertellen aan een groot publiek, maar je moet rekenen: een auteur verdient ongeveer 10% aan elk boek dat verkocht wordt. Dat zal voor sommige auteurs wat meer zijn, zal voor andere soorten boeken wat minder zijn. Mm -hmm. Dus als je een boek gaat kopen in de winkel en je betaalt 20 euro voor een boek, dan gaat er van 2 euro naar die auteur. Je moet een keer uitrekenen hoeveel hij verdient in de maand. Uh, iedereen die luistert naar die podcast moet dan maar een keer van zijn eigen uitrekenen. En een keer zien hoeveel boeken hij per maand moet verkopen. om eraan te geraken. Hè. Elke maand opnieuw. Hè. Dus mm -hmm. dat blijft hobby. Hè. Dat blijft hobby. Um, ik zou graag genoeg. En mijn baas weet dat zelfs. Ik durf het hem ook zeggen. En dat, dat komt dat ik denk van ik kan leven van mijn boeken. Ja, dan stop ik met crisiscommunicatie. En, en, en dat want deze is gewoon het plezantste dat er is. Er heeft ooit iemand, ik weet al niet meer wie dat is. Het zou wel een heel bekende geweest die zegt. Boeken schrijven is het allerplezantste dat je alleen kunt doen. En dat is gewoon. Dat is gewoon. Mm -hmm. als, als dat uw ding is, op momenten gaan schrijven zit het een beetje hot. Niet meer of niet minder. Je kunt een verhaal scheppen, je kunt figuren doen ontstaan, ze de dingen laten doen die je ze wilt laten doen. Je kunt ze direct dood doen als ze er niet meer aan staan. Je kunt zeggen: Ik vond dat niet goed, en je delete het en je begint weer opnieuw. Dat is gewoon hot als ze aan het schrijven zijn. Dat is fantastisch. Dat is echt iets fantastisch. Als je kijkt naar een serie op tv of geleest in een boek, dan ondergaat je dat en dan moet je eigenlijk leven met hetgeen dat die een auteur al op papier gezet heeft, of die scenario schrijver. En dat is dikwijls heel goed, maar soms denkt je in je van: ah, hier hebben ze er toch wel een kans gemist. Ze. Moest ik het geschreven hebben? Weet je wat ik had gedaan? En wel, als je auteur zit, dan kun je dat. Ja. Season 8. Ja, Game of Thrones, het. Season 8. Maar dat is, je ziet toch dikwijls feuilletons en films, dan je denkt, van, oh allee, sorry, maar allee, dat leg je hier toch voor het opraven. Hier is gewoon kans. Of ze hier iets kunnen mee doen met die figuur, dat doen ze dan niet. Als ze dan kunnen dat juist wel en dat is supertof. Mm -hmm. Dat is echt supertof. Ja, netjes. Maar als ik terug mag komen op uw vraag, die je al twee keer gesteld hebt. <laughs> Dat is de running, running uh, question, Hoe ja, ja, ik... organiseert je je als je een boek schrijft? Mijn ja. nee, eerste boek niet. Want ik wist niet eens dat ik een boek aan het schrijven was. Als ik eraan begon was, was dat zelfs niet eens bewust. Mijn bedoeling van, ik ga nu eventjes een boek schrijven. Dat is gegroeid, dat eerste boek. En mm -hmm. ik, aldoende. Gewoon aldoende. En, en schrappen en, en nieuwe verhalen. En er hele verhalen hele in en uitgeschot achteraf en, enzovoort. Maar dan, met een tweede bling-bling had ik zoiets van, oh... Nu moeten we slimmer zijn, in Van der Kruisen? Om te vermijden dat we dat allemaal opnieuw moeten schrijven, gaan we ons eerst een keer goed neerzetten en nadenken over ons verhaal. En we gaan daar steekkaarten van maken, en misschien spreadsheets. Um, ik ga een keer kijken hoe dat anderen dat doen. Hmm. En Tony Koppers, uh, ik denk... Uh, allee, zonder meer de beste auteur in Vlaanderen, en de meest succesvolle, vind ik. Hmm. Um, Tony is een fantastische kerel ook, en Tony... Uh, heeft het ongeluk dat hem op de boekbeurs altijd juist net voor mij zit? Waar we zijn bij dezelfde uitgever. Mm -hmm. En hij moet mij kunnen verduren een week aan een stuk. En, heeft me en veel jij verrekt. vraagt je dan helemaal uit? Natuurlijk. ja. Tuurlijk, ja, ja. ja want <laughs> ik, ik was beginnende auteur. Ik had een, een succesvol boek. Um, trouwens, ik vertelde nu dat mijn uitgever mij belde en zei: van als ze het hoeven, dan gaan we u een boek wel uitgeven. En ik vond het fantastisch. En dan ineens. Uh, een maand of drie, vier daarna komt de boekenbeurs en, en ze belt mij opnieuw. Ze zegt: Jan, herinnert u dat ik, wij hebben u ingeschreven voor de Paro-prijs? Ja, het zou wel zijn dat ik me dat herinner. Ik zeg: Ze zal toch niet komen vertellen dat ik genomineerd ben? Nee, nee, zegt ze: Je hebt hem gewonnen. Ik zei, excuse me, dat kan ja. toch niet? Ik een beginnende auteur, nog nooit een debuut gewonnen. Ja, zeg ze. Het hem gewoon, ik zeg maar, dat weten we toch nou? Jawel, we weten dat wel, want we moeten er zoveel bijdrukken daarvoor. Hè? Dus uh, het hem gewoon, ik dacht, nee, dat kan niet. En dan een paar weken daarna, wel eens een diamanten kogel gewonnen. En dan, de, ja. ik, wist, ik wist niet waar dat ik het had met mijn eerste boek. En dan zegt die uitgever natuurlijk ook ineens langs zijn neus: En by the way, wanneer komt uw volgende boek? <laughs> ja, hey, er is wel een wezenlijk verschil tussen mijn eerste boek en, en, en vandaag. Ja. Toen had ik geen job en nu wel. Hè. Ja. Ik heb wel andere dingen te doen dan boeken schrijven. Want dat is een job, hè. dat is niet zo iets dat je zo even tussen pot en pint doet. Dus dan dacht ik, ja, ik wil dat wel proberen. En dan bling bling 2. Eigenlijk was, was nooit de bedoeling dat er een bling bling 2 ging komen op het moment dat ik bling bling 1 schreef. Want ik wou helemaal niet. Enfin, Mm -hmm. Ik wou dat natuurlijk wel, maar ik had nooit gedacht dat dat ging lukken om dat uit te geven. Dus dan had ik zoiets van, ja, is dat nu combineerbaar? En dat lukt eigenlijk wel, ja. S'avonds ja. een boek schrijven en ik kijk ook wel een keer uh, naar na serieken op tv en ik doe wel een keer andere dingen samen, nog modelbouwer en ik ook graag. En ik doe van alles in mijn vrije tijd, ja. maar tussendoor ook nog wel tijd om, om boeken te schrijven. Zo. En één per jaar eruit knijpen, dat, dat lukt nog. Ben, als ik neerzet en ik ben eraan bezig, ben ik wel zeer efficiënt. Dan, dan vliegt het vooruit, ja. Dan, <hijf> dan, dan gaat het supergoed. Nee, maar... je, hebt, uh, je hebt een trilogie, bling bling, dan heb je de twee uh, boom boom boeken. Um, ik neem aan dat je een nieuwe bezig zijn. Ik ben volop, ik ben nu over de helft van mijn volgende. En ik weet over de helft, want mijn uitgever heeft gezegd van die fars met die 750 <laughs> pagina's, dat gaan we niet meer doen van de kruising. <laughs> En 530, want het zijn er uiteindelijk 530 geworden. En boomboom boom, boom twee zijn er ook 530, je zijt verwittigd. Mm -hmm. um, dat gaan we niet meer doen. Um, want een dikke boek uh, kunnen wij niet verkopen voor meer dan een van 300 bladzijden. Ja. Dat kost evenveel. Dus al de tijd te gestikt van pagina 301 tot 530, dat brengt geen fring op. Ja. Doe wat je wilt, hè. Maar het kost meer voor ons om hem te drukken, want het is meer papier en meer inkt en meer vaste kost. En het brengt niet meer op. En voor u is het... Dan kun je beter concentreren op boeken van 300, 350 pagina's, zoals iedereen doet. En als ik dan kijk naar boom, boom, dat is het volume dat ik nu mag, uh, mij later in gaan. Mm -hmm. uh, dat is dan nog dikker dan de meeste andere thrillers. Ik vind het moeilijk om een verhaal te vertellen op minder. En ja. dat komt dan op een pakweg, in, wat is het weer, 130.000 130 woorden. Dus ik zit nu juist aan de helft van. Uh, van ja. Kun je een tipje van de sluier oprichten waar, waar, waar het ja. over gaat gaan? Of, uh... Ja, de, het volgende verhaal gaat eigenlijk over een, um, hm, iemand die zich uh, geamuseerd heeft met telefoonsystemen op de markt te brengen. Uh, GSM-systemen die niet kunnen afgeluisterd worden. Ah ja. Want ongeveer alles wat wij doen kan en zal afgeluisterd worden als de Amerikanen zijn, die zijn, zijn de Chinezen. Mm -hmm. En ik zeg niet dat ze alles zitten af te luisteren, want het is al wat we vertellen in onze GSM is lang niet interessant genoeg om af te luisteren. Maar als ze willen, kunnen ze wel. Hè? Ja. Ik denk dat we daar niet naïef moeten in zijn. Nee. Dus er bestaan telefoonsystemen die niet kunnen afgeluisterd worden. Bestaat echt hè, vandaag. Mm -hmm. eh? um, en dan een paar maanden geleden was er een verhaal in Nederland. Is de Nederlandse recherche op een of andere manier toch erin geslaagd om... Zo'n systeem wel af te luisteren. We hebben een heel netwerk van criminelen die allemaal dat soort telefoonsysteem gebruikten en ze kunnen aanpakken. Ja. Daar weten we het fijne niet van, want dat wordt allemaal niet gepubliceerd, maar daar is een en ander rond. Dus mijn verhaal, mijn volgend verhaal wordt uh, iemand die zo'n systemen. Um, zo'n telefoonsysteem maakt en verkoopt aan de onderwereld en criminele gebruikenden en die zijn niet afluisterbaar alleen en vertelt er niet bij dat ze zelf wel afluistert ah, ja, ja. Um, en daar dan computersystemen op loslaat om te zien van wie bakt het echt wel extreem bruin um, en, en daarvan alles mee doet um, en een van de partijen die het extreem bruin bakt is in mijn volgende verhaal want ik, ik dacht eerst ik ga, ga niet schrijven over corona Mm -hmm. Iedereen is bezig over corona te schrijven. Maar er is geen ene fictieauteur die voor het moment niet aan het schrijven is over corona, denk ik. Mm -hmm. um, dat gaan we niet doen. Maar ja, dan, dan zitten we bezig. En dan ineens dacht ik: ja, ik moet. moet hier iemand vinden die iets doet, dat moet echt wel hortig zijn en er moet echt wel veel dooien van komen, moet echt wel totaal onaanvaardbaar zijn, onethisch enzovoort. Wat zou ik kunnen kiezen? Dat ik dacht stel je voor, iemand die valse COVID-vaccins uh, in de markt zet, uh, dat lijkt mij anders wel vettig genoeg uh, <laughs> enzovoort. Dus in, in mijn verhaal, een van de, een van de neven, want er een hoofd, hoofdlijn en de nevenlijn. een nevenlijn, een van de verhaallijnen is van de een Chinees, een, een Chinese firma die echt de covid-vaccins maakt uh, en in onderzoek, uh, maar uit een fase 3 blijkt van die, die vaccins die zijn niet oké. Okay. Ze komen niet aan hun 50% werkzaamheid en uh, uiteindelijk zal beslist worden van, dat vaccin gaat niet geproduceerd worden. Maar ondertussen hebben ze er wel al 20 miljoen staan in een koel cool, cool, uh, fabriek. Mm -hmm. En die kerel denkt, ja, uh, volgende week uh, wordt mijn vaccin hier afgeschoten, met mijn vaccin ook ondergetekende waarschijnlijk, want uh, dat gaat hier niet zomaar passeren, we wonen hier niet in een Westerland dan dus ze zeggen ze: Oh, jammer dat hij er niet geraakt zit uh, Volgende keer beter. Hè. Dus ja. er zijn consequenties in. Um, dus hij uh, slaagt erin om die vaccins te laten verdwijnen. En hij verkoopt die in Afrika. Inderdaad, ja. heel Afrika inenten. Enfin, een stukje van Afrika inenten met vaccins die eigenlijk geen fluit waard zijn. Mm -hmm. En die loopt dan tegen de lamp enzovoort. Dus ja. een stukje van mijn verhaal is. is, uh, is covid-related. COVID een, een, een stukje maar. ja. 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 En nu zin ik nog niet terug aan, aan het. Uh, <laughs> Verhaal, we, gaan ik er, zei, we gaan er ooit geraken. Want ik zei. Um, beginnen met, met spreadsheets en kaartjes enzovoort. En Tony Koppers vertelde mij dat hij dat doet. En er zijn andere auteurs ook die dat doen. die, die echt heel een verhaal in hun hoofd uitwerken. en met nootakken en, en, enzovoort. En Anneloor doet dat ook, denk ik. Ja. Anneloor van Neer. Ja. Um, uh, dat werkt niet bij mij. Ik steek zoveel tijd daarin om dat te doen, op de tijd dat ik dat doe dat ik mijn boek kan schrijven, en ten tweede de keer dat ik aan het schrijven ben, maak ik er dan toch iets anders van, voel ik ja. en ik heb dat, Boom Boom 2 heb ik dan zo geschreven uh, en sinds, sinds Boom Boom 2 heb ik zoiets van, voort ik heb het verhaal in mijn hoofd ik zorg wel dat min of meer weet niet alleen waar dat gaat begint maar ook al waar dat gaat eindigen ja. Blink Blink 1, als ik eraan begon had ik geen idee waar dat ging eindigen ik wist alleen waar dat ik begon, en we zien wel hè, want ja. daar ring niks aan vast ook nu, je moet ik vind, je moet, moet weten waar dat gaat eindigen, anders krijg je zoiets zoals Lost. Hè. Ja. En dat wil ik niet hebben, dat iedereen zegt van ik wil het nu weten en dan gaat de auteur als, op het einde van moesten zeggen ik weet het eigenlijk zelf ook niet. Hè. Ik heb er maar wat van gemaakt, maar ja. dat kan niet goed aan in mijn verhaal. En dat wil ik niet. Dus je moet wel duidelijk weten op voorhand waar gaan we eindigen. Maar de weg van A naar B... Heeft vele kronkelingen en, en soms bergop en soms bergaf. En soms uh, doe ik een stukje opnieuw. En, ja, uh, mm. Dus ik heb zo'n een beetje een middenweg gevonden. Uh, tussen, tussen degene die zegt: van Ik doe maar wat, en degene die zegt: van Ik wil het op papier. Ik zoek uh, een beetje van de tweeën. Ja. Wordt dat ook een onomatopee? Of wordt dat bling-bling of boem-boem? Absoluut. Want je merkt dat vaak bij... Eh, bij analoren is het altijd een naam, ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus er dus zijn zo dingen die wel altijd een link hebben en... Heb je al een... een stap achteruit. Of gaat het... Of gaat het uh, ja, gaat een, het... een stap achteruit. Ik had ja. voor mijn eigen boek, mijn eerste boek, bling-bling, had ik geschreven voor mijn eigen. En ik had eigenlijk geen titel. Ik dacht, ik moet een, een goede titel vinden, maar ik had er geen. En ik dacht, ja, diamanten, fake allemaal, bling-bling. Uh, ja. bl ja, ik vond dat grappig. Ik noemde hem bling-bling. En vele moromen En uitgevers zei: Ja, maar ik vind, ik vind het boek zalig. Maar, maar die titel, daar gaan we niet. Dat... Allee, sorry, mm. deze krijgen we niet verkocht. De dat is niet commercieel. Bling-bling is een beetje kinderachtig. En zo. Mm. Dat gaan we niet. Zoek iets anders. Zoek iets anders ja. met, met 17 andere titels afgekomen. Met... Toch nooit zo dat ik dacht van ja, dat is nu en en uiteindelijk zijn we, oh, eigenlijk die bling bling is dan zo slecht. Oh ja, nee, kom, bouwen we het op bling bling <laughs> en voilà. En ik kwam in een tweede boek en dan. Met een tweede boek, ja, hoe moeten we die nu noemen? Ja, Bling Bling 2 zeker, dat was nogal evident. En een de derde, daar moesten we zelfs niet over nadenken, dat was dan simpel, maar dan kwam de volgende boek. En dan zei ze, ja, maar nu is het gedaan, hè, met die, met, met, met die zoekers en toestanden van nu, uh, nu willen we een serieuze titel. En ik zei, ja, ik had eigenlijk een gedachten, boem, boem. <laughs> ja, nee, nee, nee. Ja, nee, nee. ja granaten, zo. Zoek, zoek nu maar <laughs> een serieuze titel. Ja. ja, dat is niet gemakkelijk. En dan dacht ik, ja, aan de ene kant, ik snapte dat ook wel. En ik dacht, ja, alleen, alleen, een beetje serieuzer titels. Ik zeg maar, als je, als je Aspen noemt, of je noemt Koppers, dan staat er van voor op je boek niet... Uh, Titel Diamantroven Delhi en dan erboven Jan van der Kruijs Nee, daar staat gewoon in grote staat er op die boeken waarvoor Aspe of Koppers van boven. je kunt het niet missen. Je ziet er van, van, van twee uur versie in de boekwinkel, die boeken, zegt alles ah, een Tony Koppers. Ja. Maar ik heb dan een naam als ze Jan van der Kruijse op die cover moeten zetten. Ofwel moeten ze zo'n uitvouwcover hebben in, in vier <laughs> dingen. Ofwel staat dat er dan in kleine lettertjes op. Dus ik heb daar niks ja. aan. een veel te lange naam. En dan is ook in het begin iets van, ja, gebruik een artiestennaam dan misschien. En ik zei ja, ik wil dat wel doen, maar dat is commercieel niet interessant. Ik heb één klein, klein voordeel als beginnende auteur. Dat is dat veel mensen kennen me, Het is moeilijk. Zijn duist op tv geweest, letterlijk ja. meer dan duist keren. Ja. In, in alle soorten miserie op de luchthaven, want er is er genoeg geweest. Dus mensen weten wel op dit moment wie ik ben. Laten we daar op z'n minst iets mee doen en een eigen naam gebruiken. Ja, dat was een goed argument. Maar ja, ja. je bent geen bekend auteur, dus. Van der kussen zat er in tamelijke kleine letters op. En dat staat er vandaag ook nog altijd in tamelijke kleine letters op. Hè. Dus dan dacht ik, ja, dat bling bling is nu wel een sterk merk eigenlijk. Want het heeft al die prijzen gewonnen. Mensen weten wie dat wie, bling bling. Dus boom boom. Eigenlijk, als ik die logica verder zet, moet het misschien beter pakken dan met een naam die eronder staat. Dan gaan Mensen zeggen, ah, dat is juist. Dat is precies die cover van bling bling een tijd geleden. Oh, dat vond ik een super tof boek. Deze wil ik ook wel een keer proberen. Ja. En ik denk dat met een derde boek, al ik zou dom zijn om niet hetzelfde te doen. Hè, ja. Ja. Kuch, kuch. Ja, ik, heb, ik heb ondertussen een lijst gemaakt van alle bestaande in het Nederlands taalgebied dubbele woordjes. Ja. Alle bestaande plaatsen in de wereld die een dubbele dubbel woordje in hun naam hebben. Ja. Er zijn allemaal, ik denk 200 uh, zijn er wel in totaal. Bora, bora. Ja, ja. Bora Bora is er maar ja. eentje van, ja, juist. Inderdaad. Uh, ja. En het zal opnieuw zo eentje worden. Ik had eerst ja. gedacht aan Bang Bang, maar het wordt geen Bang Bang. Het, het is al, ondertussen weer iets anders. Ja. Oh, dat, right. is wel, dat is wel cool. Je hebt ja. zo'n film ook, Kis Kis Bang Bang. Dat juist. Ook, uh, ja, tora ja. Tora. Tora Tora, Bora Bora, ja. Ja, ja, ja super. Ja. Nou, dat is wel een goed idee, want daar valt het inderdaad uh, keihard mee op. Hè. Ja, en ik denk wel... Allee, het zou kunnen zijn dat het boek dat ik nu schrijf, weet ik nog niet 100% zeker, maar dat wordt ofwel een alleenstaand boek, Ofwel het eerste stuk van een tamelijk langere serie. Ja. Um, wat ik nooit meer zal schrijven is een trilogie. Eerlijk, nooit meer. En, ja, waarom, en niet? Waarom, ja. waarom niet? Omdat ik heb, ik heb, je zult zeggen, ik heb Boom Boom geschreven, dat zijn er ook twee. Um, en nu kunnen we nog een derde schrijven, maar dat gaat niet meer, Mijn Boom Boom is klaar. Ja. Um, uh, ik vind het verschrikkelijk moeilijk een tweede luik te schrijven van een trilogie. Het heeft geen begin, want het is al geschreven. En je zit daar ook aan vast. En het heeft ook geen einde, want dat moet nog komen de volgende keer. Dus je stelt eigenlijk de lezer twee keer teleur. Eén, je moet het eerst al gelezen hebben om mee te kunnen. Mm -hmm. En dan moet je ofwel heel daarvoor gebeurde nog een keer vertellen zodat het zou mee zijn voor degene die het niet gelezen heeft. Ofwel mikte alleen op dat publiek dat het eerste boek al gelezen heeft. Ik vond dat op zich al moeilijk. En dan mocht je nog niet eens echt landen ook met uw verhaal. Het moet zo wat tussen kaai en schip. En moet toch wel een, de lezer plezier genoeg geven om te zeggen: het was een goed boek. Maar toch moet er genoeg open zijn om nog een derde deel te kunnen schrijven. Dus niet meer. Gedaan vandaag. Nee. Dat ga ik niet meer doen. Dat vond ik ja. het moeilijkst dan? Ik vond ja, eigenlijk... dat mijn, ja. mijn, mijn lievelingsboek is, Boom Boom, sorry, is Bling Bling 3. Omdat ja. ik daar echt kan landen met heel mijn verhaal, met heel mijn trilogie. En al die verhaallijnen komen uiteindelijk op een of andere manier tot een afloop. Sommige goed, sommige minder goed. Je hebt ja. een boek gelezen van mij, dus ze kunnen wel vergoeden ja. wat de meeste, gev meeste gevallen zal zijn. Hè. <laughs> um, maar je weet tenminste hoe dat afloopt. En dat geeft mij als lezer en als kijker altijd wel een goed gevoel dat ik het weet. En de frustratie van, van lost, dat is niks voor mij. Zo van, uh, het is allemaal wel tof om naar te kijken, maar ik weet eigenlijk niet hoe dat in elkaar zit. Nee. En, en, en zo van die, van, van die boeken met psychologisch... Uh, Toestanden en, en nee, nee, echt niet, echt niet mijn, uh, mijn genre. Nee. Totaal niet. No, nee, nee, nee. Geen, geen zielen, roerselen en, en zo. <laughs> nee, nee. Uh, simpele mensen, die simpele dingen, dat vind ik het plezantste. En, en, en dan, en dan daarmee aan de slag gaan. Hè, ja. En het leger, ja, dat, dat, dat was, dat was gefonden, eens frisse. Boom, boom. Dat was uh, na een jaar daar te zitten in, in Duitsland, en wat je daar allemaal ziet gebeuren als miliciën. Dat, dat is met geen pennen te beschrijven en ik had altijd gedacht van hier moet ik later ooit een keer iets mee doen ja en dan dat dan blink blink klaar was was dat nogal voor de hand liggend en dan dacht ik ineens aan die granaten en dacht ik dacht, hier is een, een te mooie kans om, om niet met een legerdienst en tijd in Ludenscheid om daar iets mee te doen. Want de, 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 de verhalen die daar gebeuren en echt gebeuren, zijn nog veel straffer dan sommige dingen die je leest in, in, in boeken zelfs. Ze, Als dezelfde dingen vandaag gebeuren, dan komen ze vanavond opnieuw, dat kan ik u verzekeren. Hè? Ja. Want, want het leger en tijd, ja, die medicijns, is het jong om legerdienst te gaan. Ik was het eerste jaar dat hij is weggevallen. Ja. Dus ik was eigenlijk degene die. Voor, want het hing nog in de balans. Ja. Het ging ofwel wel zijn ofwel niet. Ja. Dus ik had, het is wel zo dichtbij geweest dat ik voor mezelf al had uitgemaakt wat ik ging doen. als ik een legerdienst ja. zou doen. En ik had eigenlijk een beetje hetzelfde als jij, Ik ging niet voor uh, kandidaat-reserve-onderofficier. Okay. maar ik wou bij de stormfusiliers in Duitsland gewoon zitten omdat ik dacht, ja, als ik dan toch, als dan toch aan moet, daar doe moet gaan dan staan, komen. dan wil ik niet zo een of andere lege depot gaan bewaken. Of zo van die hè. Ja. in de keuken wel je schrobben ja. of patatenschellen. Of noem al de klassieke clichés maar op over, over legerdiensten. Maar dan wil ik leren schieten met geweren. Dan wil ja. ik leren vechten. Dan wil ik leren, dan wil ik iets doen dat die een tijd waardevol leeg ja. voor heeft. En die mij. gaat ook veel rapper voorbij als ze bezighoudingen natuurlijk. Ja. ja, het leger was natuurlijk. waren. Allee, wat, wat is het leger pakt, pakt John Maddox van de collega's en duwt hij een geweer in zijn hand. Hè? En doet maar al dertigduizenden op dat leger. Hè? Ja. Nee, dat is, hè? <laughs> ja. Dat is of dat was. En, 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 maar daarnaast, dan toch ook wel mensen die ongelooflijk, um, ongelooflijk beroepsernst aan de dag leggen. Bij, bij de beroepsofficieren en onderofficieren. Mm -hmm. Waarvan ik dacht: van het verdomme toch. toch heel Verstandige jongens ook die, die gekozen hebben: van, ik ga voor een militaire carrière en die eigenlijk toch wel ja, met medicijns werken is geen cadeau. Hè? Uh, het, het leger zat zo in elkaar, wereldwijd was dat zo: hè? draft, hè? als je als je ja, 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 pech had absoluut. om de jongen te zijn, uh, dan, dan ja. en 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 je ogen waren niet te slecht en je waard hoger dan een meter dertig, ja, dan hadden prijs en dan moesten je ja. moesten naar het leger. Uh, ja, en en dat was een tijd, ja, ik geloof dat mijn medicijns zeven, wacht, hoeveel kreeg ze? Ik denk half per dag kregen ze, of half per ja, dag ze vanaf maar... Niks, gewoon niks, waardeloos. Ja. He, dat, dat vertaalt zich nu in, in tien cent. Uh, ja. Dus ja, dat was echt, echt gênant. Uh, uh, ja. Dus dat was niet... die, die waren daar niet vrolijk van. Er, er waren weinig milicien, die er waren met een volle hoesting. En dan, dan... Dat herinner ik mij zeker van ja. de mensen die dat ik wel ja, gekend ja. heb die tijd. Het was altijd te dik tegen hun hoesting. Ja, en, en als. Uh... Ja. <laughs> En als uh, milicien uh, kom, uh, kom ik daar eerst, eerst een opleiding, vijf maanden in Everlee. Uh, dat was tamelijk, uh, ja, toch wel tamelijk uh, ingrijpend voor mij. Mm -hmm. Ik ben geen fysieke mens. Uh, ja. Laten we zeggen dat ik beter was dan nu niet in pinten drinken dan in gaan sporten. Um, en tot de middag in mijn bed liggen en, uh, en dan ineens. Uh, vandaar letterlijk, van tot de middag in bed liggen. Tot de volgende dag om vijf uur eruit gerammeld worden. En, uh, en al wat dat militair daaraan vasthangt. Uh, en ik moet zeggen, een beetje een of, an officer en een gentleman. zo hey, uh, Er wordt serieus mee gerammeld. Hey, vijf, ja. vijf maanden een stuk. En eigenlijk met, met twee bedoelingen: één, we, we moeten daar bekwame militairen van maken. Die moeten officier worden, die moeten hun job kennen. Dat uh -huh. een beetje een bloedneus. Uh -huh. Oei, uh, die, moeten hun, die moeten uh -huh. hun job kennen. Um, maar twee. Um, we moeten ze ook leren om, om ruggengraat te tonen, om in een plan te trekken, om met elkaar te kunnen uh, aan, aan de slag gaan, um, om, om buiten die gewone context te kunnen werken. Van, en dus, we werden wel eens heel serieus doorgesleurd eigenlijk in, die, mm -hmm. in die opleiding. En dat was voor mij fysiek heel zwaar, want het, het studeergedeelte, ja, als ze rechten gedaan hebt, dan is het studiegedeelte van KRO mm -hmm. nu niet zo'n drama. Ja, dus dat, dat kon ik dat wel heel goed. En dan uiteindelijk mocht ik naar Duitsland vertrekken. Na die vijf maanden die voor mij toch wel heel confronterend waren, grensverleggend, want ik heb daar dingen gedaan dat ik nooit had gedacht dat ik ging kunnen. 12 uh, of 16 kilometer gaan lopen met een helm op je kop en een geweer van 3 kilo over je schouder. Mm -hmm. Ik zou het vandaag niet meer kunnen en, en ik kon het toen ook niet voordat ik eraan begon. Hè. Eigenlijk heb ik voor mijn eigen ontdekt van, als je je grens verlegt elke dag een beetje, hè, dan kun je, kun je dingen dat je nooit gedacht had. Ja. Als je... Als je en, en ik zeg nu soms tegen mijn zoon: heb ik het ook al een paar keer gezegd. Hé. Je moet in het leven niet mikken op dingen die je zo kunt. Dat had nooit ja. gelukkig zin. Uh, je moet ook niet mikken op dingen waar je nooit aan kunt. We hadden ook niet gelukkig zin. Uh, maar je moet de dingen pakken waar je aan kunt als op je tenen staat. Die moeten pakken. En daar moeten voor gaan. In alles, in, in, in alles wat uw carrière is. Je moet op je tenen staan en denken van je ah, moet me even zeer doen om eraan te kunnen, maar ik kan het wel. Ik kan er wel aan. Maar het ja. kost moeite. En dan heb je de voldoening van ik heb moeite moeten doen om het te pakken. En dan heb je ook de buitenwereld die ze van dat oh, is toch wel straf, die kan dat pakken. Hè? En door het feit dat je eraan kunt, kun je de volgende keer weer wat hoger pakken. En daar ligt het plezant in. en, al wat, en dat, dat, was, dat heb ik geleerd in mijn opleiding in het leger. En dan komen we ineens toe in Duitsland. En ja, vijf maanden worden behandeld gelijk. Ik ga geen vuile woorden gebruiken, maar like een worm zal ik hier nu maar mm -hmm. zeggen. Hè. Maar je zit niks, hé. nul waard. En dan de laatste dag van je opleiding, dan zeggen ze ineens: duwen ze zo'n ster hier uh, van boven in uw rivier. En dan zeggen ze: van nu zijn de officier. En nu zijn je al degene waar dat je vijf maanden een dag van wauw, dat ze er nu meer ineens zelf. Maar je zit wel een worm gewoon geweest, vijf maanden een stuk. En dan zetten ze je op een trein en dan hadden ze naar Duitsland, 360 kilometer van huis. En dan komen ze u aan het station en dan salueren die voor u. Dat is nog nooit gebeurd, want ik was maar een militair tot een dag voor dag. We uh, ja. uh, stelden niks voor en, en die, die allemaal zo heel serieus voor mij. En dan kom ik toe in, in het kazerne en dan staat daar s'morgens heel uh, het paradeplein. Volgens staan uh, er 200 man en dan zeggen ze: oh, Dat zijn uw, uw mannen. Excuse me, Allee, ik kwam in een ene, ik ging hier tweede pelotons uh, dingen. Nee, nee, normaal zijn we hier met zeven officieren, maar uh, er zijn één ziek en een, 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 we zijn maar met twee voor het moment. Dus hij zet ons een derde man. Man, dus hij uh, uh, zult toch wel even een tandje moeten bijsteken, want we moeten dat hier allemaal hebben. We moeten uh, zoveel munitiedepots, 10 munitiedepots in heel de sector uh, ten oosten van de Rijn. En, uh, en dat moet allemaal georganiseerd worden. En hij mocht dat vanaf nu doen. En we hebben daarvoor 40 kamions, en we hebben dat voor uh, dit en dat. Oh, dat was super tof, natuurlijk. En eens uh, zelfstandig moeten daarmee omgaan. En dan ja, de miliciën ontdekt. Hè? Dat was de ontdekking van mijn leven. Hè? De, die die miliciën, dat is zo. Als je. Als je Universiteit gedaan hebt. Je, hebt, je hebt eerst in het college gezeten, in een goed college en dan aan de universiteit, dan, dan heb je eigenlijk zeer weinig raakvlakken met mensen die aan de technische school gezeten hebben, of die boerenzoon zijn en in de boerenstil, of helemaal niks uh, die aan de rug zijn enzovoort. En, en dan mm -hmm. ineens komt in het leger en dat zijn nu miliciëns, en dat zijn de mannen, die gaan van s morgens tot s avonds mee. Alleen een vertrouwensband moeten, maar ze zijn toch met serieuze dingen bezig. Maar ik zeg dat juist over, over de Dotterstraden met twintig kamions met, met munitie achter u had, dan moeten we toch wel een paar mensen hebben die je van hoop dat je er kunt op vertrouwen. Mm -hmm. uh, en, en ja, dat, dat, dat was toch wel heel confronterend. Sommige van die mensen, sommige fantastische jongens. Maar dat waren het toch wel bij. Ik dacht soms van, man, 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 waarom is het die gevonden? Mensen ja. die echt letterlijk analfabeet zijn. Ja. Uh, s'avonds zat ik, dikwijls nogal lang in mijn bureau. Er ja, was toch geen, niet veel vertier s'avonds in, in Ludenshuis voor ons. Buiten onze eigen baren, daar hadden we nog tijd genoeg van. Later op de avond. En dan zat ik hier, in mijn bureau. En dat is zo'n beetje, ik kan niet zeggen dat ik een spreekuur had. Maar dat was op het moment dat mijn medicijns bij mij langskwamen. En dan kwam er soms een keer een af en zegt wat een ik heb hier een brief van... Uh, konden een keer en hoe het niet lezen nee 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 ik zei waarom vraag je dat dan niet aan de mannen in de kamer om het omdat die lachen met mij als, ik, uh, als ze mij een brief en dan pakken ze hem af en dus allez Oké, okay, ik zal hem voorlezen en ik doe die een brief open. En dan staat er: beste, comma. mijn naam is Lydia Vervoort uit Klemskerke. Ik schrijf in opdracht van Annemieke van Rozebeke uit Klemskerke. Ter attentie van soldaat milicien eh, uh, En ik schrijf hem omdat Annemieke niet zelf kan lezen en schrijven. En ook soldaat milicien uh, Willem de Zwijger kan niet ja. lezen en schrijven. En ik wil u graag verzoeken om hem deze brief voor te lezen. Ja. Dan denk je: welke wereld ben ik hier terecht gekomen? Ja. Dat bestaat echt, hé. Ja, het is niet dat je in een set van Dans of zo zat, hè? Ja, maar dat, altijd, is, de, dat is... Dat is Dat is uit de jaren zeventig. Ja. 86, 86 ja, 85, 85, 85, 86. Echt zoals het boek. Ja, juist like boek. Ja. boek is hetzelfde moment dat ik in, in 62 was, speelt het boek ook in 62. Mm -hmm. maar, maar, en dan de andere avond komt er een hast binnen in een bureau en dat was zo echt Schwarzenegger. Hij, hij zit al een tamelijke struisgast maar mm -hmm. de kop hoger en nog een keer 10 centimeter breder aan weerskanten. Zo echt ene waar de dat dat al die anderen in een hele wijde boog rond gaan, want je moest er ook geen zever mee want die drie vallen een keer zo. Ja. Even zijn handen uitzwaaien. En die komt bij, bij mij binnen, blaait en tralen met uit en, en, en ik zoiets van, allee, zet u even jong, wat schilder je over? Het kwam er niet uit. En, en uiteindelijk zo, na een tasje koffie en zo, zit hem. me. Mijn, mijn liefde is in verwachting. Ik zeg, ja man, allee, dat is het einde van de wereld niet. Ik ga morgen klappen met de CSM, de Company Sergeant Major, zeg maar, mm. de, de, de administratieve baas hier van de eenheid. En dan zie ik dat je van het weekend niet naar, naar huis mocht. En dan kun je dan met uw vriendin bijklappen. En dat komt allemaal wel goed, moet ik er nu uitkomen. Ja. Is er nog iets anders? Ja, maar, ja. wat scheelt er dan echt? Ja, drie weken geleden was mijn andere vriendin ook al in verwachting. <laughs> ja daar heb ik geen antwoord meer op. Deze, is, deze is er even zo. We kunnen er mee. twee weken van maken. Ja. Maar ja, dat da waren, da waren sommige van de mensen die we mee bezig waren. Op een bepaald ja. moment waren we bezig met, met, met brandstof. Jerrykans en het, met benzine, hebt er met diesel en het liggen nog zeven andere soorten. Hè? Uh, en die hebben allemaal een labelke dat er aan vasting, zo'n metaal, een clip in verschillende kleurtjes. Maar van een van die jerrycans zoals de clip eraf en de is dat nu diesel of is dat nu naft? En mag ik dat nu in mijn auto kappen of mag ik er niet in kappen? En een van mijn medicijns zag dat ik zo aan het twijfelen was, van wat moet ik ermee doen? En die kwam daar en zei, uh, aan, kan ik je helpen? En ik zeg, ja, ik weet niet of dat hier nu diesel is of benzine. En ik had er al een keer aan gesnuffeld, maar ik kon er niet goed aan uit. En zo, ja, die, die doet die jerrycan open, die steekt daar zijn vinger in en steekt zijn vinger in zijn mond. Dat is diesel, zegt hem. Ik zeg, wat doet hij nu? Hij zegt, ja, ik werk al twee jaar op de Lange Omvaart. Zeg, op die boten. Nee, zegt, er zit van alles op op die boten. Heel die een boot stinkt, en dan zegt Van onder tot boven. Dan kunnen de niet rieken wat dat er is. Als je dat niet proeft, dan weet hij dat niet. Ik zeg, man, man. Ja. Is dat iets wat je um, soms denkt van de, de jonge mensen zouden er terug goed aan doen als dat terug ingevoerd zou worden, een legerdienst? gaat... Ja. Um, het, ja, voor nee. u was het uiteraard een, ja, ja, een hele goede ervaring. Ik vond het een fantastische, ik vond het een fantastische ja. tijd, echt waar. Fantast, maar ik weet, voor heel veel jongens, en ik voor 9 op 10, was dat absoluut geen fantastische tijd. En dat moeten we ook kunnen zeggen. Mm -hmm. um, is dat een goed idee, mensen naar het leger sturen? Dat is zo'n beetje van... Um, hm, als ge... ja, ik vraag me soms af, gelijk dat je zelf ja. zegt, je komt ertoe, je wordt niet de sportiefste... En je wordt toch ja, ja. eigenlijk op een bepaald punt ik heb er... gedwongen om dingen in jezelf te overwinnen. Vaart niet iedereen daar een beetje wel bij, van dat soort dingen te moeten doen? Ik denk als ik KRO geweest is zeker. Ik heb daar echt heel veel aan gehad, persoonlijk. En ik denk dat ik persoonlijk, mijn, mijn, mijn carrière na, mijn legerdienst zou nooit geweest zijn wat ze was, als ik niet dat gedaan had in het leger. Ik ben daar zeker van. Mm -hmm. uh, dat heeft mij zeker wel een, een shot gegeven, en, 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 en meer dan een shot in de goede richting. Maar ik denk dat uh, het, het, het wapen om daar te geraken is, is te groot. Je moet niet je moet iemand medicijn maken een jaar van zijn leven om, om daar te geraken. Dat is zo, hmm. zo precies gelijk van te zeggen uh, als ze een, een keer een goed pak rammel had het en, en ze hebben nu een paar tanden uitgeslagen, dan ja. zijn ze wel sterker. Dus ik zal nu een, keer een paar tanden uitslagen en dan zal die wel... Nee, ik denk niet dat dat de beste oplossing is. Maar, nee. maar absoluut, hè? ik heb het al dikwijls gezegd tegen mijn zoon ook. Ik zei... Soms denk ik van: het zou goed zijn dat je een keer een paar maanden in het leger zit. Ja. Niet om van u een militair te maken. Nee, maar, nee, nee, nee. maar de, de gedachte van: ze rammelen nu voordat je daar uit je bed, uh, ze duwen nu, op, of om vier uur s'nachts in, in dus ineens om, om drie, vier uur s'nachts werden we uit ons bed gerammeld. Binnen vijf minuten iedereen voor de blok in gevechtskledij. Uh, dat staat er daar. Zijn er zijn nog maar twee weken in het leger, nog een beetje clumsy, weet niet goed wat en hoe. Uh, je staat daar buiten, een gevechtskledij. Ja, uh, iedereen, uh, waar is uw nachtcamouflage? niet oh, om mijn gezicht te camoufleren. Ja, we hebben dat geleerd van de week. Hij had moeten in een nachtcamouflage. Hij blijft binnen van het weekend. Uh, hij hier, uw rugzak bij. Ja. Uh, rugzak in en nood van uw rugzak. De rugzak wordt leeggemaakt. Waar zijn nu uw tweede paar schoenveters? Ah, in mijn kast, ja, ook de kasseisteen voor een uurrugzak erbij. Eh, van nu eh, Waar is uw, uh, uw, uw, uw hamel? Ah, ik heb geen helemaal een de kasseisteen erbij in uw ja. rugzak. En zo ging dat. En dan werden we op een camion gezet. En die camion die reed 20 kilometer verder, midden in de nacht. Er is een bled, eh, van Evelie, naar weet ik veel hoe dat al die gemeenten daar noemden. In landen en eh, wat is het allemaal. En dan werden wij gewonnen. Midden in een bled mochten wij van de camion en kregen een stafkaart bij. En trekt u uw Mm -hmm. En om zeven uur is stond bij het in het kazerne en, uh, en, en, en de les en uh, zie maar dat gaat terug bent. En we hadden een stafkaart. En daar was geen GSM om te zeggen van. Zeg Jean-Pierre, konden je mij niet herhalen? Ja. Er was hier. geen nee. Google Earth. Niks was er, niks. Nee, nee, geen een GPS. Uh, we ja. moesten onze plan trekken. En we hadden alleen maar elkaar. En hopen dat sommigen van het team wel konden kaart lezen. Want iedereen heeft die haven natuurlijk. En, en dat sommigen wel in het team rap genoeg kunnen marcheren. Met een rugzak van 30 kilo. En zeggen: van, Kom, heeft die kassei maar aan mij, jongen, Zal ik die voor u wel pakken. Want uh, anders raken we er niet vooruit. Zorg jij maar vooral dat we weten waar we moeten zijn. van. Enfin, dat soort dingen. En geleerd elkaar vertrouwen en met elkaar samen. Dat was eigenlijk wel super hoor. Aan het einde van het... Op, op het moment zelf is het afzien. Maar achteraf denk ik van ik wel mm -hmm. fantastisch ja tijd. Ja. 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 Ja, ik heb soms het gevoel dat we er misschien wel eens wel bij zouden varen als er af en toe is. Dat soort dingen nog eens terug ingevoerd worden. Sorry maar, maar, dat ik het zeg maar. maar de, de stunten die er gebeuren ja. ook, ja. Het, het leger is ambtenaar ook. De stunt die er gebeurt. Ja, in in Boom Boom staat het verhaal van de everzwijnenjacht. Um, echt gebeurd. Uh, we, gaan, we gaan op manoeuvre. Dat komt, moest, moest dat vandaag gebeuren, dan komt dat vanavond op VTM-nieuws. Uh, de feiten zijn ondertussen verjaard. Het is meer dan dertig jaar geleden. Dus <laughs> en er komen geen dooi aan te pas. Maar we gingen, gingen op manoeuvre. En het manoeuvre was. Um, uh, ja, schiet, schietoefeningen in het terrein, maar voor artillerie. Dus dat wil zeggen, hmm. de tanks en de, de zware artilleriestukken die gaan dan één of twee keer per jaar, die naar een oefentrein in Bergen -Heune. Dat is midden in de Luneburger heide, in, de heel, in het noorden van Duitsland, prachtig natuurgebied. En midden in de heide, ook bossen, um, worden dan. Ja, schietoefeningen en dan, dan zo'n ding schiet en die projectielen vliegen 20, 30 kilometer ver en landen dan ook op het terrein en dan wordt dan gekeken hoe dicht bij je doel enzovoort, dat ja, ja. stond er allemaal zelf niet bij wij moesten alleen de, de munitie leveren voor de oefeningen, dus dat was onze opdracht er kwamen treinen toe met munitie wij moesten die, die treinen helemaal lossen, dan die munitie gaan ontplooien te velden, zoals dat in oorlogstijd gebeurt, hè. echt uh, uh, op veilige afstand van elkaar, uh, want anders als er één, één stapel ontploft uit ja, sympathie, dan ontploffen ze allemaal ja. Een, uit sympathie noemen ze dat dan. Uit sympathie, dat is wel de goeie. En, en um, dat moest dus volgens de regels van de kunst al allemaal gebeuren, maar op drie dagen tijd was dat gedaan. Maar ondertussen, die zietoefeningen, dat was twee weken aan de stek. En op het einde van die twee weken, dan werden al de hulzen verzameld en door de tank eenheden terug bij ons gebracht. Dan moesten wij maar zorgen dat die, die hulzen allemaal weer correct verpakt en op de trein en naar de juiste bestemming, dat was dan weer onze job. Maar daartussenin zaten tien dagen waar wij niks anders konden doen dan... In het geval van ons, officieren, een keer te proberen te gaan kijken naar zo'n battle run met tanks en als we heel veel chance hadden, een keer mogen meerijden met zo'n tank. Want die miliciërs die zaten daar maar op, in ons bivak en die konden niet anders doen dan... Ja, die moesten wachtkloppen en hun bottinen houden en, en, en slapen en, en, en strips lezen. Niks nuttigs eigenlijk. En in de, op een bepaald moment uh, had ik, ik precies door van... Die, die onderofficieren die, die broers, die zijn zo precies met iets, iets bezig daar. Er is hier iets aan Iets dat niks te maken heeft met, met waar wij hiervoor zijn gevoeld. Als er iets niet klopt en, <laughs> en als ineens de gesprekken stilvallen als ze erbij komt en zo waar ja, dat, dat ja. anders niet gebeurt. ik dacht, hier is iets aan dan. En, en wat blijkt? Um, uh, ze hadden uh, op een van de camions uh, hadden ze die vies meegenomen. En, en er stond een laadgroep van het leger, dus zo'n machine dat brrrr, he, met, met dieselgenerator, ja. elektriciteit te maken, om die kamion. En ik dacht: maar Wat is dat? Dat bleek een diepvriezer te zijn. Ik zeg: Wat is dat? die Diepvriezer? Ja, dat hadden we wel zien in de komende dagen. Ja, dat hadden we wel zien. En dat was dus iemand die hem amuseerde om daar in het bos, uh, waren everzwijnen, maar veel everzwijnen. En die, mm -hmm. die hielden zich bezig met daar mais en zo te strooien. En die everzwijnen kwamen daar dan s'avonds naartoe eten en zo na een dag op de rivier sorry, ik kende die Everswijnen goed aan de weg en dan op het juiste moment stonden die daar met een tweeloop die ze meegebracht hadden van het thuis, kroket, een hele stapel Everswijnen, Dan werd er midden in de bossen zo'n mm -hmm. soort slachthuis georganiseerd uh, met camouflage netten Pas op, ik weet zelfs niet of dat de officieren van de eenheid daarvan op de waren. He. Heel weinig mensen wisten dat. He. En dat werd zo echt uh, een slachterij. En, en er was altijd wel een milicien bij die beenhouwer was. Dat heb je natuurlijk met miliciëns. Het altijd specialisten in van alles. He. En een van onze miliciëns was zelfs uh, kok in La Maison du Signe op de Grote Markt in Brussel. Toch niet het minste van de restaurants. Uh, en en uh, evenzwijnen werden daar geslacht. Uh, dat werd allemaal in zacht en in die prizer. Maar er werd ook aan... Dachten aan de miliciëns en dan aten wij everzwijn, zusterlijk in asterix, fantastisch <laughs> klaargemaakt, door een chef van la Maison du Cygne. Uh, dus wij hadden, allez, zeg maar een keer dat wij geen goeie leven hadden. Een andere keer waren we uh, uh -huh. in een bivak aan de Oder uh, of aan de Elbe, ik wil er vanaf zijn. Um, en, en dan als de camouflage net aan elkaar geknoopt, over heel de breedte van de rivier. En eigenlijk gewoon als visnet gebruikt. En dan forellen gevangen. En we hadden honderden en honderden en honderden, honderden forellen. En heel onze eenheid, middags forel, met worteltjes en uitjes. <laughs> Fantastisch. Hè? Met, met, met dus... Leven als god in Duitsland. Echt, maar dat was gewoon He? zo. Met, ja. met een fantastische chef. En dan hadden we daar de, de, de echt actieve eenheden, de chique eenheden van de lanciers en zo. Meestal met een dubbele achternaam. En die reden met tanks en zo. Maar die hadden smiddags lunchmeet. En wij, hè, forel... <laughs> Ja, dat waren wel fijne tijden. Leuk om de rol al eens op te draaien. Ja. Jan van der Kruijs, ik heb het gevoel dat wij nog tien uur kunnen blijven doorgaan. Nee. Um, het is kei -tof dat je bent gekomen, eindelijk. Eh, we waren al lang in communicatie, maar je zit hier eindelijk gerokt. Uh, voor de mensen thuis, uh, zowel de Bling bling trilogie als de Boom, het Boom Boom 2 uh, zeer de moeite om te lezen, verkrijgbaar in alle boekhandels en online, neem ik aan. Ja. Uitgeverij? Standaard. Standaardjes. Oh, Ach, malto. Dat... Nee, wel. Als ik, maar, maar, <laughs> <laughs> ik, was begonnen, ik was begonnen met het Davidsfonds, En mm. mijn boek was juist gedrukt. En Verle Moreau belt mij en ze zegt: Jan, voordat je moet lezen in de krant, Onze uh, onze uitgeverij is overgenomen door uh, standaard uitgeverij. Ik zeg: Ah, ik zeg, maakt dat voor mij verschil? Nee, dat maakt voor u geen verschil. Uw boek is gedrukt en voilà, klaar. Mm -hmm. ja, Oké, okay, goed ja. En ze zegt ze. Het zit goed, want standaard uitgeverij, daaronder zit een poot, en dat noemt manteau. Mm -hmm. En dat is de aller, 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 allerbeste uitgeverij die je kunt hebben voor thrillers. Um, dat is de Rolls Royce van de Vlaamse thrilleruitgevers. Je kunt niet beter vallen, dus het hebt oere chance eigenlijk. alles super. En dat was uh, op mijn eerste boek, op bling 1, staat er dus nog, mm -hmm. te uitgaven, recht in beeld, staat er nog Davidsons. Ja. De tweede staat er, manteau, en dan op een bepaald manteau op een bepaald moment is de naam van Manteau veranderd naar Angel. Dus op mijn derde boek staat er dan Angel. En eigenlijk op al, al mijn boeken, alhoewel ik eigenlijk nooit van uitgever veranderd ben, heb ik altijd iemand anders gehad die verantwoordelijk was voor mijn boek. En ik ben altijd andere uitgevers vermeld op mijn boek ook. Maar eigenlijk is het allemaal één grote familie aan één pot. Nou, trouwens, als ze, ze naast elkaar zien staan, dan zie je ook wel dat, uh, dat ze allemaal ja. broertjes en zusjes zijn. Van, hè? Uh, van uh, layout en zo ja. is het inderdaad heel. Uh... Dat is wel belangrijk hè. Dus standaard uitgeverij onder alle namen die je, je kunt voorstellen: Jan van der Kruijsen, de Bling Bling Trilogie, de Boom Boom Tweeluik. En er zit ongetwijfeld. Nog een, uh, een, een, een catchy titel ja. aan te komen. Die je zult zien verschijnen. Ja. Waarschijnlijk ergens volgend jaar. Dus het is zeker een win-win tegen volgend jaar. Een win-win. Ja. Voilà. We, we hebben een exclusiefje, dames en heren. Of misschien ook niet. Hou het zelf in doog. Uh, dat was het voor ons, Jan van der Kruijs. En merci voor af te komen. Bedankt voor de Brownies en de andere stuff. Waar we SBIT ook nog aan gaan beginnen. Um, dit was het weer voor ons. Uh, ik ben Alex, dat is Andries We zijn and welcome to the AA. En volgende week zijn we er terug when we make Monday great again. The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah ah, ik ben hier aan je zorg. Al het ergens over moet gaan zijn de gesteet. na de feest. Rivers of kummelen de overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.